Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. Vandaag ben ik hier met Thijs Haasnoot en hij heeft als missie om sterk worden weer normaal te maken. Zat jij nou een beetje... Ik weet niet, zag jij wat gebeuren? Hij traint bij Vondel Gym, hij heeft zijn eigen, trainer Thijs, hij heeft als missie dat we gewoon massaal weer meer gaan bewegen, gezond gaan eten, focus op de basis, niet de hele tijd lullen over de kersen, maar zorgen dat de taart eerst groot en stevig is. Nou, je snapt, daar wil ik alles van weten, maar vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. En je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je energie aan ons overgeven. Nou, dat gezegd hebbende, welkom Thijs. Dankjewel. Super gaaf dat je er bent. Ja. We hebben, ik weet al niet eens hoe lang dat is geleden, best wel serieus kwam ik iedere keer in jouw klasje. Ja, ik was zes jaar geleden misschien. Ja. Ja. Ja, met als resultaat, en dat vind ik super leuk, dat waar ik nu ook kom, ik kan echt super technisch benchpressen. Ja. Hè, dus goed de elleboogjes goed bij de stang houden, mooi driehoekje maken, ja. Goede spanningen achter op de rug. Ja, dat hoor ik graag. Dit hoor ik graag, ja. En, maar ook de technische squat, hè, met de elleboogjes goed in mijn achterbroekzak. Goed de borst op. Je kent het allemaal wel. Profiteer ik nog iedere dag van. Even afkloppen. Maar ik kan toch best wel hard trainen zonder blessures. En volgens mij komt dat voor een deel ook door de goede techniek. Ja. Dus dank daarvoor. Maar ik wil me even terug naar... Je bent 18... 29. Maar... Ja, nu ben je 29, okay, ja. Maar stel, je bent weer even 18, we gaan even terug in de tijd. Wat gebeurde er dat je bedacht, ik wil trainen, ik wil groter sterk worden? Ja, ik was toevallig echt 18 toen ik begon met trainen. wat voor mij heel erg was, ik was eigenlijk begonnen met voetbal. En het vond ik wel leuk dat iedereen in het dorp deed dat, maar dat was het eigenlijk. Ik vond het nooit echt heel leuk. Maar ik was wel onzeker, ik heb ook een kanjertraining moeten doen. Toen ik 14 was. Een wat? Een kanjertraining. Een kanjertraining? Ja, hoe denk je dat ik zo geworden ben, Janneke? Dat is geen toeval. Nee, een kanjertraining, het is iets voor jongeren om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dus dan moest ik één keer per week ging naar Leiderdorp of zo was het. En dan kreeg je een paar lessen, et cetera. Om te werken aan je zelfvertrouwen? Ja, het was via school gegaan, geloof ik. Oké, okay. Je zat altijd achter in de hoek? Nee, ik had wel gewoon vrienden en ik kon gewoon omgaan met mensen. Maar ik was gewoon onzeker. Een beetje timide misschien. Timide, ja. Dus dat is een beetje de kern van het verhaal. Dus ik had altijd wel een soort van compensatiedrang daartegen. Toen ben ik veel vechtsport heb ik toen gedaan. Vanaf mijn 14e, zoals judo en kickboksen, et cetera. Op een gegeven moment is dat verder gegroeid. Toen was ik op een gegeven moment... Nou, ging dat wel lekker, maar ik wilde gewoon sterker worden voor de vechtsport. Toen ben ik een lokale sportschool ingelopen eigenlijk. En daar begonnen met trainen. Ja. Om groter en sterker te worden. Ja. En dat is gewoon zo verder doorgegroeid eigenlijk. Tot ik steeds minder vechtsport ging doen, steeds meer fitness... uitstapjes gedaan naar crossfit, naar powerlifting. Maar eigenlijk in de kern altijd het stangetje. Het stangetje? Ja. En wat heeft die stang jou opgeleverd? Sowieso meer massa natuurlijk. Kilo ben je gegroeid? Nou ja, toen ik 18 was natuurlijk net uit de puberteit. Toen was ik volgens mij 69 kilo of zoiets. En op mijn zwaarst ben ik 110 geweest op een gegeven moment. Dat is 2 jaar geleden. Dus dat. Maar ook de les had... of je nou 80 ben of 100 kilo ben, zo maakt het ook weer niet uit voor je zelfvertrouwen. Het is gewoon leuk om te doen, leuk om naartoe te trainen. Ja. Dus dat heeft me gebracht en natuurlijk ook mijn werk. Want eigenlijk toen ik begon met sport en met fitness had daar altijd mijn passie gelegen. Toen ook nog wat andere opleidingen voor de wereld, maar uiteindelijk was dat gewoon waar ik naartoe moest. Ja. Naartoe wilde. En nu ben ik heel gelukkig mee eigenlijk. Dat leuk. Doe ik heel graag. Leuk, ja. Leuk. Want wat boeit het jou zo? Dat, hè, ik kom dan iedere keer naar jouw klasje toe en iedere week kan ik dan 2,5 kilo erbij doen. Ja. wat vind je daar mooi aan? Ja, ik weet niet. Ik heb best wel vaak over nagedacht ook. Uiteindelijk is het natuurlijk eerst iets heel oppervlakkigs van ik wil gewoon sterker zijn dan anderen. Dat vind ik dan cool. Zo is het ook begonnen. Maar er zit ook een heel proces achter met hoe je dat dan doet. Hoe je techniek kan perfectioneren. Er zit heel veel diepgang in. Het is een beetje hetzelfde als je begint met koffie drinken. Drink je een filterkoffie, denk je, goh, wat vies. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat je ook een bepaalde manier van roosteren, bepaalde bonen, bepaalde regio's kan doen. En er zit een hele wereld achter met dat er nog veel meer is. En zo is het ook met trainen voor mij. Er zit zoveel achter met techniek, met verbeterpunten, met de strategie om sterker te worden. En dan komt er nog voeding en levensstijl bij kijken. En dan op een gegeven moment komt er ook mentale ontwikkeling bij kijken en het effect van die twee op elkaar.
En dan heb je nog van individueel ga je naar maatschappelijk niveau en het effect daarvan. Dus er zit zo'n grote wereld achter die ik van nature in ieder geval interessant vind. En wat ik hoop dat andere mensen ook wat interessanter en belangrijker gaan vinden. En daarom mijn motto, maak sterk zijn weer normaal. Ja, denk ik dat het korte antwoord is op je vraag. Ja, hey, maar stel je voor, hè, want je hebt nu veel meer kennis dan toen je 18 was. Hè. We zijn 10 jaar verder, als ik even goed heb gerekend. 11 jaar. En wat met de kennis van nu, wat zou jij tegen Thijs zeggen? Hij is 18, hij mag, het is ook normaal natuurlijk. Hè? Je komt uit die puberteit, je moet die wereld in, je moet van een jongetje, je moet een man worden. Ja. Wat zou je Thijs van 18 als belangrijke basis mee willen geven? Ja, ik denk het belangrijkste deed kleine Thijs al goed. En dat was hij ging gewoon trainen, omdat hij dat vet vond. En ook wel, als ik terugdenk aan de trainingen die ik toen deed, die sloegen nergens op. Maar ik vond het echt heel vet en daardoor ben ik het blijven doen. En uiteindelijk boek je toch een progressie in. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. En daardoor ging het balletje rollen en bleef het rollen en kwam de rest vanzelf. Maar dan, ja, dus eigenlijk de belangrijkste les is consequent komen opdagen. Ja, in iets wat je leuk genoeg vindt om het consequent te blijven doen. Ja, precies. Want, en niet direct je te verliezen in details en het helemaal perfect willen doen. Nee, gewoon naar die gym gaan. En iedere dag naar die gym gaan, bij wijze van spreken. Ja, zeker aan het begin. Want het maakt in principe niet eens uit wat je doet. Als je net begint, je gaat toch wel vooruit. En het houdt gewoon leuk voor jezelf. En als je gelijk vanaf het begin die paralysis bij analysis krijgt. Dat je zoveel bezig bent met de details. Dat je gewoon wordt geparalyseerd erdoor. En dan rem je jezelf ook daarin. Maar er zijn natuurlijk wel technische dingen. Of dingen die je goed kan doen als je net begint met trainen. Maar ik denk het belangrijkste is, train vaak genoeg. Als we het hebben over krachttraining. Wat is vaak genoeg? Dat is in ieder geval 3 keer per week. Okay. Om progressie te boeken. Met 2 kan ook, maar op een gegeven moment speel je dat uit. Dus ik zou zeggen, als algemene regel, ga gewoon 3 keer. Ook om weg te blijven van de mindset, hoe ik ook met zo min mogelijk zoveel mogelijk bereiken. Maar ja, ga toch even gezondheid werken. Ga er dan gewoon voor. In plaats van gelijk al zo min mogelijk ervoor doen. Dus 3 keer per week in ieder geval trainen. Begin sowieso met perfecte techniek. Maar hoe vaak trainde jij in het begin? Je was 18. Ik was toen deed ik ook nog, ik deed 2 keer per week kickboksen, 1 keer judo en 1 keer jiu-jitsu. Dus dat had ik al. En daarnaast deed ik toen 3 keer fitness volgens mij en nog een keer hardlopen, zoiets. Maar dat is ook wel lang geleden, dus ik trainde toen best wel veel. Ja. Maar uiteindelijk, de grootste gedeelte van aan het begin heb ik gewoon 3 keer getraind naast krachtsport. En op een gegeven moment werd het gewoon 4, 5 keer per week voor het grootste gedeelte van mijn trainingscarrière. Zeker toen fitness de focus was. Ja, maar we staan nu tegen Thijs van 18 te praten. Ja. Adviseer jij Thijs van 18 wel om iedere dag gewoon iets te doen en om kracht en conditie en techniektraining, om dat soort dingen een beetje met elkaar af te wisselen? Of boeit het geen reet als Thijs van 18 maar doet wat hij leuk vindt, zodat hij het iedere dag gaat doen? Op het gebied van sport, vooral wel. Ja, ja. Eigenlijk wel. Want zeker maar krachttraining, hardlopen of vechtsport, ze gaan alle 3 gaan ze iets geven van progressie en conditie, maar ook kracht en spieropbouw, omdat je nog zo gevoelig bent voor die progressie. Ja. Als je dan uiteindelijk die routine erin zet en je hebt gewoon meer, misschien wat specifiekere doelen van ik wil meer massa, meer kracht of beter worden in kickboksen, ga dan wat meer specialiseren. Maar aan het begin gaat het gewoon om dat je iets doet. Doe gewoon iets. En dat is niet alleen als je 18 bent, dat is ook als je 30 bent en nog niet naar de sportschool gaat. Doe gewoon iets. Doe iets, ja. 3 keer per week. Ja, ja, ga niet lullen. Ja, ik merk dat gewoon soms bij roeien. Roeien is hartstikke simpel en tegelijkertijd heel erg moeilijk. 1000 details en alles. Oh. En echt 1 millimetertje meer, dit kan je echt gratis heel veel snelheid opleveren. Maar dan denk ik altijd, ja, ga eerst dan maar gewoon 5 jaar lang, van mijn part 5, 6, misschien wel vaker per week trainen. Gewoon trainen, trainen, herhalen, herhalen, oefenen, oefenen, oefenen. Want ja, herhaling is toch de moeder van vakmanschap. Ja. Maar begin wel daarmee. Dus eerst, niet lullen over details, gewoon het werk doen, om het maar even zo te zeggen. Ja, ja, zeker. En in het geval van trainen zijn waar veel mensen zich druk om maken, zeker aan het begin. Zo, wat voor supplementen moet ik nemen? Wat is de ideale oefening? En ik van ja, ga gewoon trainen. en dan komt de rest vanzelf wel. En let wel op je voeding natuurlijk, maar het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Weet je, eet gewoon, probeer wat meer eiwitten te eten. Ik weet dat je een boek hebt geschreven, het eiwitleugen, maar ik zeg dat nog steeds. Eet gewoon wat meer eiwitten, eet wat meer groenten. En hou misschien je gewicht in de gaten, begin daarmee. En dat is ook, als je dat de rest van je trainingscarrière doet, dat is 90% van je resultaat. En de rest boeit er gewoon niet zoveel eigenlijk. Ja, daar komt het op neer. Ja. Nou ja, je zegt wel iets heel belangrijks. Want wat denk jij, ik begin bijna te stotteren. Maar wat ik tegenwoordig bijna zie, is dat ook op Google, dat mensen zeggen van ja, wat je eet is bijna belangrijker voor je resultaat
dan hoe je traint. Ja. En dan denk ik echt, oké, ik heb nog nooit een Olympisch kampioen gezien, hè? Die gewoon zei, ja, ik hoef alleen maar in de koelkast te zitten. Ja. Gewoon heel specifiek te eten wat ik moest eten. En nu ben ik gewoon kampioen. Ja. Nee man, als ik naar die Olympisch kampioenen kijk, ik heb die boeken hier ook staan. Sommigen hebben dat gedaan op McDonald's, sommigen hebben dat gedaan op helemaal vegan. Sommigen hebben dat gedaan op alleen maar fruit. Anderen gewoon heel normaal gegeten, broodjes met yoghurt, met muesli. Gewoon hartstikke standaard. Maar waar ze echt zich onderscheiden van de rest, is gewoon zorgen dat je geen blessures krijgt en consequent trainen. Ja. Training maakt toch het verschil? Ja, ik vind het ook altijd een beetje een loos feitje dat mensen zeggen, ja, het is 80% voeding. Nee, hoe bedoel je 80%? Alsof je 20% resultaat had als je alleen traint en dan voeding erbij de rest. Uiteindelijk moet je het vooral allemaal doen. Maar inderdaad, zelf, vooral, als je het hebt over afvallen, dan kan je zeggen, als je niet traint, maar alleen minder eet, kan je ook afvallen. Als je spiermassa wil opbouwen of beter worden in de sport, ja, je moet gewoon gaan trainen. Je moet trainen. Ja, en that's it. En de voeding helpt er wel bij, maar het is niet x percentage helpt voor zoveel en dat ook voor zoveel. Het gaat om het totaal plaatje. Het ondersteunt elkaar allemaal. Ja. Ja. Hey, wat zie jij echt gewoon... Laten we het even opsplitsen. Ja, ik wil... Overzicht. Overzicht, ja. Ik wil graag meer spiermassa. Ja. Ik wil 5 kilo spier erbij. Ik zou niet weten waarom, maar ik wil dat. Zelfvertrouwen, ja. Oh, zelfvertrouwen. Ik weet het niet. Ja. Noem eens wat. Een maatje groter. Een maatje groter. Nou, wat zijn eigenlijk redenen? Waarom heb jij het gewild? Ja, aan het begin was ik al zei, gewoon zelfvertrouwen. Gewoon maar kijken van, kan ik dat? Kan ik een doel behalen? Ik had gewoon het idee, als ik groter ben, dan ben ik beter. Of als ik sterker ben. Aan het begin was het vooral sterker worden. Maar het komt op hetzelfde neer. Maar ik heb het idee dat zeker bij mannen dat misschien meer speelt, zeker bij jonge mannen. Dus je bent gewoon aan in een soort rivaliteit constant met je omgeving, weet je wel, van sterker, groter. Meer vrouwen, meer geld, weet je, de oppervlakkige dingen. Dat kan een reden zijn. Het is ook logisch, tot je 30ste moet je volgens mij ook bouwen en laten zien en jezelf in de wereld zetten. Het is evolutionair gezien, vind ik het heel logisch klinken dat je fit bent om te laten zien hoe een goede partner je kan zijn. Ja, maar, ja, ja. Als je moet worden gekozen op de dansvloer. en volgens mij is het ook iets wat zeg maar, ook over verschillende culturen is gevonden. Dat het aantrekkelijker wordt gevonden. Maar dat zou redelijk kunnen zijn. Nou, zal ik je een grap vertellen? Kom maar op. Ik vind dus mannen met spleetjes tussen de tanden, vind ik echt heel aantrekkelijk. Echt? En waarom? Waarom? Dat wist ik dus niet. Totdat het blijkt dat het hebben van testosteron, veel testosteron, blijkt het een brede kaaklijn te veroorzaken. Ja. En hoe breder je kaaklijn is, hoe meer ruimte je tanden krijgen, met als resultaat spleetjes tussen de tanden. Dus ik dacht, wow, wat oppervlakkig gewoon. Ja, bij jou is het nog winst. Nee, ze zetten een beetje tegen elkaar aan zelf. Of je hebt hele grote tanden, dat kan ook. Maar toen dacht ik wel, wow, dat had ik niet bedacht. Dat is gewoon iets instinctiefs. Ja. Maar blijkbaar kan ik zo zien van, oh, die man heeft veel testosteron, dan is hij blijkbaar... Kan hij heel sterk zijn. Hij kan natuurlijk ook heel roekeloos zijn en onbetrouwbaar en blablabla. Bla bla. Maar toch, dat vond ik wel grappig. Dat je daar dus toch op selecteert. Ja, je gaat wel kijken van, is een kerel een beetje groot en sterk? En ja, voor mij, in mijn geval natuurlijk helemaal. Ik ben zelf groot en sterk. Ja. Dus je gaat daar toch naar kijken, ja. Dus ik snap wel dat speelt. Oké, maar dat was dus eigenlijk in het begin heel... oppervlakkig, ik wil gewoon de grootste, sterkste zijn. Voor mij wel, ik denk voor heel veel, zeker jongeren die beginnen met trainen. En dat is niet per se verkeerd, denk ik. Het wordt pas verkeerd als je er op je 30ste nog steeds je zelfwaarde aanhangt. Of je wel groter bent dan anderen. Terwijl er zoveel andere dingen zijn waar je veel meer uit gaat halen. Ja. Zoals een persoonlijkheid of zoiets. noem maar wat. Echtheid. Ja. Echtheid. Betrouwbaarheid. Verantwoordelijkheid. Integriteit. Kun je consequent bouwen aan je bedrijf. Ik bedoel, als vrouw dat je een man ook heel erg selecteert op, gaat hij gewoon ondanks alle tegenslagen, ondanks alles wat op zijn pad komt, bouwt hij gewoon door aan zijn missie of laat hij bij iedere windvlaag en onverwachte golf, zijn missie los en wisselt hij weer van koers. Ja. Dat wil je niet. Nee, zeker. Ja, bepaalde standvastigheid. Ja. En ik denk dat fysieke fitheid een onderdeel is van het plaatje. Ja. Maar het moet niet het enige zijn. Nee, maar vitaliteit is superbelangrijk. Oké, dus ik wil groot worden. Ja. Dat was mijn vraag. Ja. Ik wil spiermassa bouwen. Wat moet ik doen? Ja, ik zou zeggen, het belangrijkste zijn 3 componenten. Dus dat je gaat trainen, dat geeft een prikkel aan je lichaam. Want oké, we moeten wat veranderen. Vervolgens moet je goed eten. We kunnen zo meteen een beetje uitleiden over wat het inhoudt. Ja.
om die groei, de bouwstof te kunnen leveren voor die groei eigenlijk. Ja. En als derde moet je genoeg rusten om je lichaam de kans te geven om dat te doen. Ja. En met rust bedoel ik dan vooral genoeg slapen en niet te veel stress. Als we genoeg slapen willen kwantificeren, ja, even het meetbaar kunnen maken, zou ik zeggen, probeer 7 tot 9 uur te slapen. Maar het belangrijkste is dat je uitgerust wakker wordt en goed doorslaapt. Dan weet je, het gaat waarschijnlijk de goede kant op. En, nou, goede... en sorry dat ik je in de reden val. Mag ik, want ik kom maar op, Janneke. Ja, kom maar op, oké. Okay. Nou ja, en die diepe slaap. Dus dat betekent kappen met schermen vlak voordat je in slaap valt. Niet dat ik dat altijd doe. Ik zit soms ook echt nog even wat dingen te regelen. Ja, ik heb je gisteren geappt om 9:15. Die werd niet ontvangen, dat berichtje. Nee, dus ik denk dat je hem uit had gezet. Ja, dat klopt. Toen lag ik wel al te slapen. Maar mijn oma zei altijd de uurtjes voor 12 tellen dubbel. Ja. En toen dacht ik, zo, dat was Pinter back in the days. Ja. Want als ik nu op mijn horloge kijk, dan zie ik wel altijd dat hoe verder ik voor 12 uur naar bed ga, hoe meer diepe slaap ik heb. Ja. En ze zeggen wel dat in die diepe slaap, dat daar de hormonenhuishouding dusdanig aan de gang is, dat je veel groeihormoon hebt, dat je veel... Testosteron. Testosteron, ja. Wow. Ja, ik slaap al jaren voor 12 uur, maar ik heb nog geen spleet tussen mijn tanden. Nee. Nou ja, dan moet je misschien 11 uur of 10 uur. Dat toch wel eerder gaan doen. Maar dat is zeker waar, zeker ook die uurtjes ervoor. En het lastige is met diepe slaap, is dat niet iedereen heeft een slaaptrekker of zo'n ring of horloge. En wat ik dan meestal meegeef is, nou, probeer consistent op dezelfde tijd naar bed te gaan en uit bed te gaan. Dan wendt je lichaam er ook aan. Het liefst dan voor 12 uur, wat je zegt. Uitgerust wakker en goed doorslapen. En dan heb je een redelijk idee van je slaapt goed. Ja. Dat is het belangrijke. Dan, voor je voeding willen we vooral... Nee. Oh, we gaan niet lullen over de details. Ik wil beginnen met dat trainen. Hoe moet ik trainen om spiermassa aan te maken? Oké, sorry Janneke. Ik wist dat je boos... Nee, ik ben ook niet boos, maar we moeten wel structuur vasthouden. Oké, trainen om spiermassa aan te maken... Uiteindelijk is de regel, je moet meer doen dan je gewend bent. En als ze zeggen meer doen dan je gewend bent, hebben we het vooral over meer werk dan je gewend bent. Dus dat is het aantal setjes wat je doet. Als we het puur hebben over krachttraining voor spiergroei. Maar we willen het een beetje simpel houden natuurlijk. Dus als je ongeveer 3 keer per week traint, en je boekt op elke spiergroep die je traint, elke week wat progressie, dat je iets meer reps kan of iets meer gewicht. En daarnaast word je ook zwaarder, dan doe je het waarschijnlijk goed. Als dat op een gegeven moment gaat remmen, dan moet je waarschijnlijk wat meer gaan trainen. Dat betekent of een extra training toevoegen, of wat meer sets gaan toevoegen. Voor bepaalde oefeningen. En dat is eigenlijk in een notendop wat je moet doen. En wel belangrijk natuurlijk dat de kwaliteit goed is. Dus de sets die je doet, wil je met goede kwaliteit doen. Dat betekent in de buurt van spierfalen. Dus dat echt zwaar wordt aan het einde. En met goede techniek. Dat is als je het zo simpel mogelijk wil houden, is dat wat je moet doen. Ja, en wat betekent in de buurt van spierfalen? Ja, dus stel ik doe een oefening. Stel ik ben aan het opdrukken. Ik doe 3 setjes van zoveel als ik kan. Dat betekent dat de laatste rep echt bijna de laatste rep is. Dat ik er misschien nog 1 of 0 meer zou kunnen aan het einde. Dat mijn spier gewoon op is eigenlijk. En dat punt moet je een beetje mee oefenen. Het is best moeilijk aan te voelen. Maar die laatste reps voor spierfalen, dat is uiteindelijk waar je van gaat groeien. Oké. En moet je dat iedere training opzoeken? Is dat belangrijk dat je iedere training grindt tot je niet meer kunt? En echt zo... Nee, maar wordt dan een heel genuanceerd verhaal. Maar over het algemeen, voor de meeste mensen is het goed om in ieder geval elke set die je doet... Wel in de buurt van het punt te komen. Okay. Maar het is namelijk afhankelijk van hoe sterk je bent en wat voor oefening het is, of dat echt handig is en de context van veel dingen. Maar de algemene regel is, laten we zeggen, 1 tot 3 reps van spierfalen wil je in ieder geval komen voor spiergroei. Oké, dus je wil eigenlijk dat die laatste is, sorry, ik ga het samenvatten, checken of ik het goed heb begrepen. Maar stel je voor, we hebben 3 blokjes eigenlijk, om het maar zo te zeggen. En ik doe dit eerste blokje, doe ik 8 herhalingen. Dan wil ik eigenlijk dat die laatste 3 herhalingen, dat ik echt wel al denk van, oh, mocht ik hem maar terugleggen, jeetje, wat is dit zwaar, ik heb strillende spieren, het gaat moeizaam. Ja, zolang het met goede techniek is. Ja. Oké, dus zolang je met goede techniek dat kunt vasthouden, dan creëer je waarschijnlijk zoveel spierschade dat... Dat je daarvan gaat groeien, dat is in ieder geval het probleem. Ja. Of de oplossing. Noem dat ook alweer, Hypertrofie. Ja, hypertrofie en atrofie, toch? Atrofie is als minder wordt. Hypertrofie is als cellen groeien. Oké, waar. Ja. Mooi. Hey, oké. Dus als je dit 3 keer per week doet, is al voldoende? Aan het begin wel. Maar het kan best lang voldoende zijn als je gewoon zorgt dat die kwaliteit van je training goed is. Maar ik denk voor de meeste mensen, als je met 3 keer per week... Als je echt beginnen bent, is 2 keer per week voldoende. Op een gegeven moment moet je naar 3 keer per week, als je dat de rest van je leven doet, ben je gewoon gedekt. Qua het onderhoud en het opbouwen van spiermassa. Oh, voor zover het nodig is om er, nou, is een beetje subjectief, maar goed uit te zien. En om gezond te blijven op lange termijn.
Wil je er meer uithalen, dan is 4 keer per week ook voldoende voor bijna iedereen, ook van hoog niveau. En dus 5 keer, dat is mooi, maar voor de meeste mensen gewoon niet nodig. Tenzij je heel fanatiek erover bent, nog meer eruit wil halen. Waarom is het niet nodig? Omdat je eigenlijk te weinig rust krijgt dan? Als je kwalitatief goed traint, dan kan je ook op redelijk niveau met 4 keer per week progressie boeken. En heel veel mensen denken, ik moet meer, meer, meer. Maar op dat moment is meer niet per se de oplossing voor het probleem van meer progressie. Vaak is het meer de kwaliteit van de training, de kwaliteit van het herstel en de kwaliteit van de voeding. Dus daarom is 4 keer per week gewoon voldoende. En 5 keer per week, als het goed doet, kan er wel voor nog meer zorgen. Maar meestal niet. Is dat meestal niet de enige oplossing of de enige manier naar groei. Ja, oké. Dus jij zegt gewoon eigenlijk nu, meer is niet altijd beter. Nee. En daar meer is gewoon niet altijd nodig. En ik denk dat mensen dat wel zien. Denken, oh, ik moet gewoon meer doen. Maar ze moeten dingen eerst beter doen. Ja, oké. Maar nu hoor je alweer van, we hebben het eigenlijk in het begin, hebben we het dan eventjes over de beginner die überhaupt begint. En ja, hoe verder je komt in je carrière, of hoe dichter bij de top, of hoe belangrijker die laatste kilo's of honderdste van een seconde worden. Ja, dan gaan we toch maar naar details kijken. Ja, ja, precies. Ja. Maar doe eerst alles goed en dan pas meer. Dat is denk ik vooral... Ja, wauw. Dus zorg gewoon eerst voor een basis. Leg er een fundament neer van ritme, regelmaat, structuur, goed trainen, goed eten, goed slapen. Als dat gewoon al een paar jaar staat, dan... Ja, en je geen progressie meer boekt. Want misschien doe je dat goed en boek je gewoon jarenlang progressie. Oh ja, dan hoef je... Ja, hoeft het ook niet. Mooi. Nee. Hey, nou kan ik me voorstellen, want ik train ook wel eens met Isabel Veteris. Zij is wereldkampioen powerliften. En ik heb het idee dat wij echt het uiterste zijn van het genetische spectrum. Ja. He, dus geef mij een bordje met veel roeien, rennen, wallballs. En nou ja, je kent het wel. Dan ben ik wel in mijn element. En hoe langer die bot duurt, hoe leuker ik het vind. Want ik weet gewoon, nou, misschien de eerste 5 minuten kunnen er een paar nog mij bijhouden. Maar na die 5 minuten, ja, dan gaan ze moe worden. En dan houden ze dat gewoon niet vol. Ja. En dan hou ik dat wel vol. Terwijl als ik haar vraag, van zullen we even rennen? Nou, de gedachte is al... Ja, is al buiten adem. Ja, dan is ze al bij, als ze eraan denkt, is al buiten adem. Nee, dat heeft ze goed opgebouwd hoor. Dus daar zit ook superveel progressie in. Maar lang verhaal kort. Ik heb het idee dat haar bovenarmen zijn ook gewoon 3 keer zo dik als die van mij. Ja. Hebben je genen, hebben die impact? Ja, echt onwijs veel. En dat is soms het lullige van fitness. Het is een beetje genadeloos daarin. Het kan betekenen dat iemand die 1 keer per week traint of niet traint, groter is en meer spiermassa heeft dan iemand die al een paar jaar lang 5 keer per week traint. En soms kan het zelfs zo erg zijn dat iemand die misschien 2 of 3 keer per week traint en een beetje, die doet maar wat, dat die groter en sterker is dan iemand die 4 keer per week traint en anabole gebruikt. Omdat genen zo groot, en dat is een extreem geval zou dat zijn, maar dat kan. Ik heb ook iemand ontmoet in Vonne Gym West, Brice uit Congo. Ik heb nooit zulke grote armen gezien en zijn doel was kleiner worden. En daarom trainen die bankdrukte 160 of zo. Dat is echt absurd, maar Brice deed er helemaal niks voor. Die wilde alleen maar kleiner worden en het lukte niet. Ja, zo, ik heb ook mensen die trainen al een paar jaar lang de ballen uit hun broek, 4 keer per week, en die worden maar niet groter. En dat is vooral genen. Ja. Ik heb dat geleerd aan de hand van een pak spaghetti. Ja. En dat je spiervezels kun je eigenlijk vergelijken met pakken spaghetti. En de dikte van de slierten en de lengte van de slierten bepaalt eigenlijk, ben jij meer een duursporter of ben jij meer een krachtsporter of zit je er een beetje tussenin. En wat je eigenlijk wil, is je wil sowieso dat er heel veel slierten in jouw pak spaghetti zitten. Want hoe meer slierten, nou, hoe beter überhaupt. Want dan, als je heel veel slierten hebt, dan kun je dus echt van alles mee. En wat je volgens mij wil, is hele lange slierten. Want dan kun je en super explosief zijn, dus sterk, snel. Dat is wat ik erover heb geleerd. Oh, dus heb ik er nog nooit naar gekeken. Ja, het was in ieder geval de lengte van de spier en de dikte van de spier, dat is één ding. Maar er zijn nog veel meer dingen die zeker als hebben over hoe groot kan je worden, die daarmee te maken hebben. Vertel eens. Eén belangrijk is bijvoorbeeld je spiervezeltype samenstelling. Dus er zijn ongeveer 3 soorten spiervezels. Stel bijvoorbeeld jij hebt waarschijnlijk heel veel van een soort spiervezel waarbij je lang kan trainen. Het zijn de 1A-vezels. Die zijn goed door bloed. Kan veel zuurstof erin worden gejast. Bijvoorbeeld koeienvlees is rood, omdat die ook veel van die vezels hebben. Die staan de hele dag in de wei. Beetje zo stil. Niet heel explosief leven hebben zij. Daarom is dat vlees rood. Het is goed door bloed. Maar thanks! Ja, ja. Ik word niet gewoon vergeleken met een koe in de wei. Ja, ja, vandaar mijn groene shirtje. Een stoere stier, ja, kan je ook zeggen. Maar een stoere stier, ja. Maar het gaat dus om een
een spiervezel die goed doorbloed is, die heel makkelijk zuurstof rond kan pompen. Ja, dus die zijn niet goed voor kracht, maar heel goed voor uithoudingsvermogen. Ja. En aan de andere kant van het spectrum heb je explosieve vezels. Dat is bijvoorbeeld kippenvlees, heeft daar heel veel van, die zijn explosief met vliegen. Daarom is het wit. Die zijn heel goed, kunnen heel goed groeien, kunnen heel veel kracht leveren, maar zijn niet heel goed in uithoudingsvermogen. Dus bijvoorbeeld een marathonloper zal waarschijnlijk heel dominant zijn in zijn 1A-vezels. En een sprinter zou waarschijnlijk heel dominant zijn in zijn 2B-vezels. Maar dat betekent ook dat om te groeien en om sterker te worden, is net afhankelijk van wat voor soort vezels bij jou het meest aanwezig zijn. Dat is één van de dingen, want je hebt nog veel meer dingen zoals de aanhechting van je spierbuik, de dikte van je spierbuik, gewoon de groeipotentie van je lichaam op basis van hoeveel dat wordt geremd door je DNA. Dat is nog een heel groot verschil. Wacht even. Dat laatste vind ik wel even interessant. Mogen we daar heel kort op inhaken? Ja. Wat betekent dat? Nou, voor hoe ik het begrepen heb, dus je hebt myostatine, dat is een onderdeel van je DNA, dat remt je spiergroei op een gegeven moment. Waarom? Weet ik ook niet, maar je hebt bijvoorbeeld sommige dieren of sommige baby's die worden geboren zonder myostatine en die groeien dus, die blijven groeien. Ken je die Belgische koeien die zo... Ja, daar lijken ze op, hè? Ja, die hebben bijvoorbeeld heel weinig daarvan. Die zijn daar specifiek op gefokt ook. Maar goede kans dat bijvoorbeeld iemand als Arnold Schwarzenegger daar ook niet minder van heeft dan bijvoorbeeld iemand als jij, waardoor hij heel makkelijk heel groot kan worden en dat voor jou moeilijker is. Ja. Nou, dus sommige mensen die alleen maar naar gewichten kijken, lijkt het wel de groei zo. Sommige mensen, ja, die hebben dat niet. Ja. En dat kan ook een onderdeel zijn. Ja, maar ik heb ook het idee, als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik, ja, ik train dat ook niet consequent. En bijvoorbeeld zondag, hè, dan heb ik supergoed gekrachttraind in de middag. Maar ja, ik heb 's ochtends wel 16 kilometer geroeid. Ja. En de volgende ochtend ga ik weer 16 kilometer roeien. Ja, waar moet mijn lichaam de tijd vandaan halen om bulky te worden? Ja, is ook niet nodig. En je lichaam past aan wat jij het aan je lichaam opdraagt. Absoluut, en daar is heel goed in geworden. Ja, het wordt echt gewoon heel goed in wat jij heel veel traint. Ja. Maar genen hebben dus wel een klein beetje invloed. Heel veel invloed. Oké, heel veel invloed. Ja. Hey, en als je 18 bent, weet je dan al van wat voor type genen je hebt? Wist jij dat? Wist je dat van jezelf? Nee, je hebt bepaalde dingen waar je het aan zou kunnen zien, weet je wel. Maar uiteindelijk denk ik ook, ja, wat moet je met de informatie? Want de principes blijven hetzelfde. Alleen hoe snel de resultaat gaat komen, kun je misschien daarmee uitleggen waarom dat zo is. Maar het verandert niet wat je moet doen. Je moet gewoon gaan trainen, goed eten en goed slapen. Ja. En dat blijft hetzelfde. Ja. Boeien, zou ik zeggen. Ga gewoon trainen. Ja. Nou ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als ik wereldkampioen powerlifter had willen worden, dat een weg met heel veel frustraties zou worden. Ja. Ik weet het niet, hè. Ik heb het nooit geprobeerd. Maar ik denk als je volgt wat je eigenlijk van nature al leuk vindt, dat natuurlijk... En ik denk dat het ook heel veel zegt over waar je genen liggen. Ja. Want, weet die vriendin van jou, die kampioen Isabella? Ja. Waarschijnlijk houdt zij ook niet van rennen van nature. En misschien de eerste keer dat jij ging rennen of roeien, dacht je van, goh, wat lekker. En dan ga je dat vanzelf meer doen. Precies. Hey, mooi. Dan hebben we nu het trainen gedekt. Dus grove lijnen. We zijn nu heel groot. Ja. Dan is natuurlijk ook een heel veel voorkomende vraag, hoe word ik droog? Ja. Dus we zijn nu heel groot geworden, we zijn opgepompt, maar er zit overal dikke lagen spek overheen. Mag ik daar nog één ding over zeggen trouwens? Je mag heel veel zeggen. We hebben het nu heel erg gehad natuurlijk over een 18-jarige die wat groter wil worden en weet je, waarom zij dat doen, vooral voor zelfvertrouwen. Maar wat ik denk dat een hele belangrijke is, wat veel mensen nu misschien een beetje een misconceptie over hebben als ze denken aan fitness, zeker de wat oudere generaties, en dan heb ik niet eens over heel oud, gewoon 30 plus die nog niet trainen. Dus het is niet zo dat trainen alleen een middel is om opgepompt te raken, om in de club meer te gaan scoren. Uiteindelijk de belangrijkste reden waarom ik denk dat mensen meer moeten gaan trainen, is dat de maatschappij vraagt gewoon niks meer van je. Je fietst elektrisch, je boodschappen bestel je en ja, je werkt waarschijnlijk ook thuis. Dus, je kan je hele leven vanaf je bank leiden. Zelfs daten doe je op je telefoon. Je gaat alleen de deur uit als je een match hebt. Je hoeft niet eens meer te dansen ervoor of zo. En ik denk, krachttraining is zo'n missend onderdeel erin, wat nu nog de stempel krijgt over opgepompte, oppervlakkige mannetjes. Terwijl de maatschappij gewoon bergafwaarts gaat en krachttraining of fitness kan een oplossing daarin zijn. En het verhogen van je spiermassa en het verlagen van je vetpercentage is het beste wat je kan doen voor je lange termijn gezondheid. Voor zowel diabetes, maar ook voor kanker, je risico op hart- en vaatziektes, maar ook cognitief. En dan hebben we het niet eens over de mentale effecten, als je kijkt het effect op depressies en angststoornissen. Ja. Dus krachttraining is
veel meer. En spiermassa opbouwen ook. Ook al zijn de principes hetzelfde. Je kan zeggen, eigenlijk ga je gewoon bodybuilden. Je wil meer spier, minder vet. Maar ik denk dat iedereen het zou moeten doen. Meer dan alleen om gespierd te worden. Ja, wauw. Even een heel mooi pleidooi. Ga trainen voor het leven. Ja. Voor het goede leven. Want... Doe het nou gewoon. Ik zie je wel. Dat is die. Oh, die. Ja, doe maar. Doe maar gewoon. Ga maar lekker trainen. Ja, nee, maar je hebt een supergoed punt. Want vroeger was ons leven natuurlijk dat automatisch al een fysieke uitdaging. Ik ging best bramen plukken met Doutzen. En toen dacht ik, ja, ik snap wel dat we nu allemaal yoga moeten doen. Want ja, de bestjes kopen we in de supermarkt. Ja. En we hoeven niet meer zo en zo in allemaal gekke poses die bestjes te plukken. Ja. Dus nu moeten we naar de yogales. 150 jaar geleden was het al een workout om te gaan poepen, Janneke. Dan moest je naar het scheithuis lopen. Dat hoeft allemaal ook niet meer. Nee. Er is veel veranderd. Er is veel veranderd. Ja. Ja, maar we zien wel dat gewoon na 30 minuten stilzitten verslechteren alle lichaamsfuncties in ons lichaam. Ze noemen zitten dan ook niet voor niets het nieuwe roken. Het is zo, je bloeddruk gaat omhoog, je cortisol stijgt, je lichaam denkt echt, wat de F is er aan de hand? Ik zit de hele tijd stil, ik hoef niet te bewegen, ik kom niet buiten. Want over, als er ook iets is wat je testosteron giga boost, is het zonlicht. Ja. Helemaal bij mannen. Ik heb wel in de boeken gelezen dat als jullie met jullie hele blootje... Heb ik ook wel verhalen over gehoord. Ja, dan is het helemaal, gaat hij door het dak. En dan denk ik, zonlicht zien we ook gewoon nauwelijks meer. We staan hier nu ook weer in kunstlicht. Ja. Dus ga trainen. Wil je nog wat meer vertellen over de mentale gezondheid? Want ik heb ook zoiets van, ja, ik ben ook altijd super vrolijk en ik heb er zin in. Maar ja, dat komt natuurlijk, hè, een gezonde geest huist zich in een gezond lichaam. Ja, mensane en corpore sano. Kijk, heel mooi. Dus wil je daar nog iets meer over vertellen? Ja, het is niet mijn expertise om precies te weten. Ik weet niet precies wat de effecten zijn en waar het door komt. Wat merk je zelf? Ja, wat ik er zelf aan merk is, je hebt sowieso de structuur in je leven van trainen en altijd iets om maar naartoe te trainen. Het is vaak meer dat je ergens naartoe aan het trainen bent dan echt het halen van het doel, wat het leuk maakt. Dus het is sowieso een stukje betekenis wat het toevoegt en iets om naartoe te leven. Een ideaal van jezelf, wat je nu nog niet bent, wat je wel in de toekomst kan zijn, wat je motiveert. En daar ben je onderweg. Dus dat is sowieso één belangrijke. En het tweede hele belangrijke is, wat ik zelf misschien niet als individu zou merken, maar wat de literatuur meer laat zien, is dat gewoon überhaupt trainen, krachttraining, maar het kan ook cardio training zijn, een stukje rennen of een stukje roeien, dat het een onwijs positief effect heeft op depressieklachten of angststoornisklachten. En voor wat ik het, zover ik het begrijp, is dat vooral een hormonaal effect, wat er hormonaal loskomt als je gaat trainen, waardoor je misschien ook je stress wat verlaagt, je slaap verbetert. En dat heeft allemaal uiteindelijk een positief effect op je gemoedstoestand. Ja. Maar nogmaals, niet mijn expertise. Maar het is vooral hormonaal, geloof ik. Ja, ja, ja. Nou ja, en je ervaart het zelf. Ik ervaar het ook. Dus mooi. Maar wij zijn natuurlijk ook misschien... Wij sporten al ons hele leven. En misschien zijn wij een beetje van nature dat we dat leuk vinden. En dat we daarna, daarna merken. Ja, maar goed. Er is natuurlijk niet voor niks... ook mensen met depressie hebben gigantische resultaten bij runningtherapie. En hoe logisch is dat? Weet je, je komt in beweging, je gaat naar buiten, je ontmoet gelijkgestemden. Je gaat beter slapen, je gaat beter poepen, je cortisol daalt. Je stresshormoon gaat naar beneden. Ja, geen wonder dat je je beter gaat voelen. Je hebt mensen die op je wachten, dus je moet de deur uit. Maar goed, dankjewel daarvoor. Want mijn vraag was eigenlijk, hoe word ik droog? Ja, oh ja, dan droog worden natuurlijk. Ik moest even wat kwijt. Ja, heel fijn. Nee, maar een mooi punt. Ja, ik denk dat zijn de twee belangrijkste. Meer spiermassa en droog worden. Zowel voor uiterlijk, als je dat belangrijk vindt, als lange termijn gezondheid. En bij droog worden kan je eigenlijk dezelfde drie dingen kijken als die we net noemden. Je moet trainen, je moet eten en je moet herstellen. En dezelfde dingen zijn ook weer belangrijk. Train gewoon een paar keer per week. Alleen het wordt iets simpeler nog, want voor droog trainen gaat het om dat we, heel simpel gezegd, van meer calorieën verbranden dan dat we eten. En dan val je af. Dat is het. Alleen is het vaak moeilijk om toe te passen in de praktijk en ook op lange termijn vol te houden. Dus voor die training gaat het met je calorieën verbrand. Of dat nou krachttraining is, of hardlopen, of freestyle limbo dansen. Als je maar calorieën verbrandt. Dan de tweede is voeding. Het gaat vooral dat je minder calorieën eet. Heel simpel gezegd. Maar het probleem ermee is dat, dat is vaak niet hoe je in de supermarkt loopt. En de producten zijn niet ingedeeld op hoeveel calorieën erin zitten. Dus het is goed om daar strategieën voor in de plek te hebben. En dat kan zijn dat je het bijhoudt in een app als je dat makkelijk vindt. Maar het kan ook zijn als je bijvoorbeeld zegt,
Ik ga focussen op meer onbewerkt eten. Ik ga meer groente eten, meer fruit eten. Minder snoepen en snacken. En dan kom je ook in een calorietekort. En het liefst doe je het allebei natuurlijk dan. Maar uiteindelijk is dat waar het op neerkomt om droog te trainen. En dat ga je volhouden een paar weken lang. En als je op een gegeven moment je doel hebt gehaald, dan kun je weer gewoon wat meer gaan eten. En dan heb je misschien wat meer ruimte om wel een keer een taartje te bestellen na het eten. Of misschien een snack hier en daar te hebben. Je blijft de goede gewoontes vasthouden van de meer groente, meer fruit. En ik zeg ook wel eens meer eiwitten. zeg ik wel eens. Durf je niet zo goed, hè? Ja, ik ben benieuwd wat jouw mening erover is. Maar, ja, ja. Maar dat blijf je vasthouden en dan probeer je het op die manier vol te houden. Dat is een notendop wat je doet. Ja. En het derde essentiële daar is slaap en stress. Hoe meer je slaapt, hoe minder stress je hebt. Ja. Hoe grotere kans dat je vet verliest en spiermassa behoudt of zelfs opbouwt. En ook hoe grotere kans dat je het volhoudt. Want je kent het wel, als je slecht slaapt of na een lange dag werk thuis komt met veel stress, dan heb je geen zin in een salade of zo, maar gewoon een zak M&M's. En dat maakt het veel, veel makkelijker als je goed hersteld bent en goed uitgerust om het vol te houden. Ja. Ja. Nou ja, wat ik zo mooi vind ook bijvoorbeeld aan krachttrainen en überhaupt trainen, is dat het ook je basismetabolisme gewoon heel erg verhoogt. Dus ik ben wel heel erg voorstander van overdag gewoon goed eten, helemaal als vrouw. Niet te weinig. Ik zie dat heel veel vrouwen, ze krijgen daardoor te weinig energie, hebben überhaupt geen zin meer om te trainen. En dan gaat dat reptiele brein ook met allemaal hele logische, goed klinkende argumenten komen, waarom het inderdaad ook een goed argument is om inderdaad niet te gaan trainen. Dus ik zeg wel voor vrouwen gewoon goed eten, zorgen dat je goed energie hebt. En de grap is dan, als je in de avond een beetje oplet, hè, dus je maakt bijvoorbeeld je avondmaaltijd rond 1 uur of 6, je laatste maaltijd, en je gaat dan niet meer snoepen en snaien, en je gaat even lekker lang diep slapen, ja, dan doet je lichaam de rest. Ja. Omdat je voor vetverbranding heb je superveel zuurstof nodig. Dus ik zie de training ook nooit als het ideale moment om vet te verbranden. Nee, dan wil je gewoon veel glycogeen in je spier. Dat je goede training neer kan zetten. Dat je de beuk erin kunt gooien. Ja. En door dan 's avonds goed te eten, maar niet te gaan snoepen en te snaaien, en je blijft een beetje laag in je vetinname. Dat is wel hoe ik ernaar kijk. Dan heb je 's nachts, terwijl je in alle rust bent, heb je automatisch eigenlijk een heel hoog zuurstofgehalte in je bloed, waardoor het voor je lichaam super makkelijk is om vet te verbranden. Ja, en zeker ook wat je zegt, het snaaien in de avond, als je dat kan voorkomen, dat scheelt heel veel. En ook wat je zegt, als je hard kan trainen, zeker als je krachttraining doet, kan je misschien nog spiermassa opbouwen zelfs. En hoe meer spiermassa je hebt, hoe hoger je metabolisme, ook hoe meer ruimte je hebt in je dieet om goede keuzes te maken. En soms ook een keer te genieten van dingen, want qua sociale gezondheid vind ik dat ook heel belangrijk. Ja. Ja, nee, zeker, zeker. Ja. Maar jij hebt ook een keer, zeg maar, volgens mij als ik het goed begrepen heb, heb je net voordat je vader werd, heb je jezelf helemaal opgepompt, droog getraind, laten fotograferen. Zo van, kijk, zo zag je papa eruit toen we je hebben gemaakt. Ja, klopt. Ja. Vertel eens even. Ja, klopt. Nee, het was toen de tijd inderdaad, was met een groep collega's van me, we waren naar een fotoshoot aan toe trainen. En zei ze, wil je ook mee doen? Toen dacht ik, heb ik daar zin in? Want het is best wel gedoe. Waarom is het gedoe? Nou, omdat je bij zo'n fotoshoot, kijk, die foto zie ik er wel goed uit. Maar het is niet per se dat ik me op dat moment heel goed voelde. Want ik ging gewoon voor het maximale. En ik wist ook dat het heel zwaar zou worden. Maar ik dacht precies wat je zei. Ik dacht, daarna word ik vader. 3 weken later ongeveer was mijn vriendin uitgerekend. En dan wordt het veel moeilijker om er goed uit te zien. Met veel massa en weinig vet. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon 1 keer het onderste uit de kan halen. Ik leg dat vast. En dan heb ik dat voor later, kan ik daar naar terugkijken. Maar je vond het dus zwaar, als ik het goed begrijp. Ja, op zich wel, ja. Het was wel leuk hoor, het is een heel interessant proces. Kijk, het is denk ik zwaar, net als in de zin van, jij veel roeide, was waarschijnlijk ook zwaar. Met de training waren zwaar, je moest dingen ervoor opgeven soms. Een beetje in die zin was het zwaar. En waar ik vooral tegenaan liep, was denk ik het snacken en zo. Want je hebt gewoon, het was dan ook bijna Sinterklaas. Zo die pepernoten de hele tijd overal, en die moest je dan laten staan en proberen te laten staan. Dat was moeilijk. En een ander ding wat moeilijk was, omdat je toen ging echt voor het maximale. Dus dat betekent, de vetpercentage was eigenlijk lager dan mijn lichaam fijn zou vinden om mee te trainen bijvoorbeeld. Maar dat was toen de afweging die ik maakte. Kijk, dit is niet wat ik ga volhouden, dat is ook niet wat ik wil volhouden, maar nu voor die foto doe ik dit. Maar dat betekent ook dat je hebt het vaak koud, je concentratie wordt slecht, je bent een beetje prikkelbaar. Emotioneel wat instabieler, je slaapt misschien wat slechter. Daar krijg ik wel meer last van.
Maar ja, dat is een overweging voor die foto. Wow. Ja, maar je zegt hier wel iets heel belangrijks. Want wat wij natuurlijk op Instagram zien, is echt een super afgetrainde Thijs. Hij blinkt, hij glimt en ja. Met een bizarre spierdefinitie. Nog steeds glim ik natuurlijk. Maar... Ja, je glimt en je blinkt nog steeds. Maar... nee, maar ik vind het wel mooi wat jij hier zegt. Kijk, ja. Ik ga gewoon 's ochtends trainen. Ik maak even een fotootje van mezelf. Ja, what you see is what you get. Ja. Maar... ja. En die fotoshoot-foto's... En ik voel me goed. Superbelangrijk. Ja. Maar als ik nu bij jou hoor, zeg je letterlijk van... Ja, het zag er wel heel mooi uit. Maar ik was niet de leukste Thijs die ik ooit ben geweest. Nee, maar ik had genoeg buffer om nog steeds een leuke gozer te zijn natuurlijk. Maar inderdaad, op die fotoshoot, ik heb er ook later nog een post over gedaan. Zeg maar die foto's, en dat heb je heel vaak namelijk. Bij bijvoorbeeld dat je ziet op een Men's Health cover of in een film. Als een acteur de bepaalde scènes onder shirt doet. Mensen halen het onderste uit de kan om zo goed mogelijk uit te zien in die momentopname. En dat is niet per se hoe een gezond mens of een... fitte man erbij hoort te lopen wat realistisch is. Wat je vaak doet is ik heb dat niet gedaan, maar je kan bijvoorbeeld vocht onttrekken nog uit je lichaam, dat je er nog droger eruit ziet, daar je dan een paar uur vol, en dan moet je weer water gaan drinken. Je kan je koolhydraten laden, waardoor je spieren veel voller ogen, dat heb ik bijvoorbeeld wel gedaan. Nou, dan heb je natuurlijk droog getraind naar vetpercentage, wat je niet kan volhouden voor die shoot, daarna ga je weer aankomen. Voor die foto ga je even goed pompen, dat je spieren vol zitten met bloed. En je hebt op die fotoshoot ook nog goed licht. Waardoor het allemaal nog veel beter uitziet. Dus je bent echt een hele goede shape. Maar dat is niet het hele plaatje. En ik denk dat is wel belangrijk voor veel mensen die kijken daar misschien naar. En denken ze, oh goh, ga ik een paar weken trainen. En dan loop ik er zo bij op straat. Maar dat is het niet. En de vraag is, oké, misschien zou het kunnen. Weet je wel, maar dan wil je dat. Want dan moet je sociale leven voor het grootste gedeelte gaan opgeven. Je voelt je de hele dag kut. En je ziet er wel goed uit. Maar ja. Wil je dat? Nee. Oh ja, ik vind het wel belangrijk dat je dit wel deelt. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op iets aan het jagen zijn. Wat misschien helemaal niet realistisch is. Ja. Nee, dus ik heb het ook daarom om gedeeld. En heb je trouwens ook nog een beetje gesnoept? Daarna? Nou ja. Voor wat heel veel. Ja? Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel meer testosteron, eitjes... Ik kan niet eens uitspreken. Anabole steroïde? Ja. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar ik ben wel benieuwd waarom je eitjes zit. Word je gewoon eieren? Oh, nee. Ik heb het boek gelezen van Lance Armstrong. Oh, en wat hij deed was keihard fietsen. En als je urenlang per dag gaat trainen, dan bij mannen dropt heel erg je testosteron. Ja. Nou, hoe compenseerde hij dat? Ik probeer het zo goed mogelijk na te vertellen. Het kan zijn dat de kleine details niet helemaal kloppen. Lees vooral zelfs de boeken. Maar wat ik heb onthouden is trainen. En dan nam hij even testosteron-eitjes. Dus dat zijn eitjes waar gewoon heel veel testosteron in zat. Zodat ze testosteron, wop, die werd dan geboost. Dan nam hij precies genoeg eten eigenlijk om de dag door te komen. In combinatie met heel veel slaappillen. Dus... want dan ging hij gewoon slapen. Ja. En dan had hij niet zo'n last van de honger. En et cetera. Oh, dat is heftig, ja. Maar hij had wel bovengemiddelde prestaties. Ja, precies. Dus... Maar ook bovenmenselijke hulp heeft hij daar gekregen. Precies. Maar heb jij ook bovenmenselijke hulp gehad? Nee, ik heb voor die shoot, maar überhaupt nooit dat nooit waarom gedaan. Doe je dat niet? Want het is wel heel gebruikelijk. Ik lees en ik hoor dat het eigenlijk veel meer gebruikt wordt dan we denken. Ja, sowieso. Ook omdat die onderzoeken daarna gewoon lastig zijn te doen. Want je doet een enquête en de helft zegt het gewoon niet. Jij denkt dat er over gelogen wordt? Ja, over steroïden heel veel. Oké. En ik heb de meeste mensen die gebruiken... Ik heb er een beetje over ingelezen op een gegeven moment. En de meeste mensen die gebruiken zijn mensen tussen de 20 en 30 die zelf fitnessen. Niet eens per se topatleten. Maar heel veel... Het is natuurlijk wel taboe. Want je wil zelf de trots van je resultaat kunnen innen, zeg maar. Dus veel mensen liegen erover. Dat maakt het moeilijk om... inzicht te krijgen in hoeveel mensen het uiteindelijk gebruiken. Want dan sturen ze enquête naar hoeveel fitnessers. En dan zeggen een paar zeggen ja, maar ook veel mensen zeggen nee. Maar dan was je vraag waarom ik het niet gebruik. Uiteindelijk mijn doel was wel aan het begin bijvoorbeeld sterker en groot worden. Maar ik kan sterk en groot genoeg worden, natuurlijk, om de voldoening eruit te halen die ik eruit wil halen. En daarna is de vraag, wat ga ik er nog meer uit halen als ik gebruik? Want meestal, op een gegeven moment kom je in de buurt van je natuurlijke limiet. En als je dat gaat gebruiken, dan is dat limiet verdwijnt. En dan kun je altijd meer blijven gebruiken. Maar dan ben je er ook nooit. En de vraag is, wat verwacht je er meer uit te halen? Ik heb die behoefte niet om er nog meer uit te halen. En ik denk de meeste mensen die gebruiken zijn tussen de 20 en 30. Omdat dat mensen zijn die nog
in die strijd met zichzelf en met anderen zitten. Van ik moet groter en beter zijn. En op een gegeven moment als je 30 bent, dan ga je settelen. Heb je een kind en een vrouw of een man. En dan zwakt die behoefte af. Dus voor mij bij jou. Bij mij ook, ja. Ja. Maar ik vind het nog steeds leuk om sterker te worden. Maar ik vind het niet zo belangrijk dat ik er 100 euro per maand aan uitgeef en mijn gezondheid op het spel zet. Waarom? Ja. Ja, mooi. Nee, maar ik bedoel, er zijn waarschijnlijk ook jonge jongens die nu luisteren. Het is wel fijn om te laten zien van, je hoeft dat niet te doen. Nee. En je speelt wel met je gezondheid. Ja, en het lastige van anabole steroïden, als we het hebben over testosteron in ieder geval, is ja, het werkt gewoon heel goed. En het hoeft niet per se slecht te zijn voor je gezondheid. En dat maakt het zo'n complex verhaal. Uiteindelijk denk ik de belangrijkste reden is niet per se je fysieke gezondheid, maar meer je mentale gezondheid. Want als je er eenmaal aan begint, dan kom je er heel moeilijk vanaf. In de zin van, dan word je wordt heel snel groot, boek veel progressie, je traint lekker, je voelt je hele dag heel goed. Daar ga je aan wennen. Op een gegeven moment moet je er wel mee stoppen weer. Of financieel, of vanwege je gezondheid, of gewoon omdat je leven verandert. En dan val je eerst in een dal, omdat je testosteron je eigen aanmaakt. Die is een beetje naar de knoppen. Je valt in de dal, je voelt je kut, trainen gaat kut, je verliest je spiermassa, je verliest je kracht. En dan is het heel moeilijk om dan niet weer aan te beginnen. En uiteindelijk is de vraag, wat heb je eruit gehaald? Ja, je bent wat groter. Ja, niemand boeide het echt wat. Weet je wel, als ik nu hier wegrijd, Janneke, en ik rij de gracht in, niemand gaat wat zeggen over mijn sixpack op een begrafenis. Ja, misschien over mijn gevoel voor humor of zo. Ik ga dan eerder daarna werken dan... En dat is denk ik het ding wat veel mensen verwachten, dat hun leven verandert met anabolen en een grote gespierde lijf. Maar ja, het boeit gewoon niet zoveel. Voor die oppervlakkige erkenning in ieder geval, die mensen eruit willen halen. Nee, mooi. Ja, maar je zegt natuurlijk iets superbelangrijks. Hè? En op een gegeven moment moet iedereen op een punt komen in zijn leven dat je prestaties gaat loskoppelen van je eigen waarde. En ik denk helemaal niet dat het erg is dat je tot een jaar of 20, 30, zeg maar, dat wel een beetje aan elkaar koppelt. Want dat geeft natuurlijk ongelooflijk veel drive om te bouwen aan vitaliteit, vermogen, verbindingen en vertrouwen in jezelf en in de ander. Dus ja, gebruik het maar. Maar ja, op een gegeven moment is het ook wel handig voor wat rust in je hoofd om het weer los te koppelen. En inderdaad, ik weet ook nog dat ik dat soort dingen had van, wow, zelfs als ik als tweede over de finish kom, dan vindt mijn vriend me nog steeds leuk. Ja. Weet je, er verandert helemaal niks. Echt? Ik hoef niet eens niet onder... Oh. Ja, nou ja, ik dacht, als ik niet eerste word, dan moet ik onder de brug slapen. Ja. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. Hij vond het nog steeds, hij vindt me nog steeds leuk. Nou ja, dat... En wat ik ook een hele belangrijke vond, als ik dan echt even incheckte bij mezelf, dan dacht ik, ja, ik ben niet... Ik ben, hè, we hebben die wedstrijd gehad, het heeft ongeveer 7 minuten geduurd. Soms kom ik als eerste over de finish, soms lukt me dat ook niet. Ben ik nu een ander persoon? Nee, ik ben nog steeds precies diezelfde persoon. Het is maar ook weer wat voor verhaaltje vertel je aan jezelf over die wedstrijd of over wat je gepresteerd hebt. Het is maar een verhaaltje. Ja, maar het lijkt me zeker in topsport heel moeilijk, omdat je hele leven is ingericht op die eerste plek. Of het beter worden. En als het dan niet wordt, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om dan dat los te kunnen blijven koppelen. Ja, maar wel belangrijk voor je gezondheid. Ja, ja. Ja. Ja, even kijken. Wilskracht. Overrated. Vertel. Vind ik. Ja, ik denk het ook. Ja. Als wilskracht, ik hoorde jou zo straks ook woorden gebruiken als volhouden. Nou, als ik iemand hoor over het woord volhouden of wilskracht, dan denk ik al, oh, helemaal op het verkeerde spoor. Als ik je coach ben, dan ga ik dan ook echt mee aan de slag. Ja. Als ik niet je coach ben, dan laat ik het natuurlijk los. Maar wilskracht, ja, ik vergelijk het met een heel klein slap spiertje. Je kunt hem heel af en toe eventjes gebruiken, maar als je het op wilskracht wil gaan doen... Ja, precies. Ja, dus misschien voor de luisteraar, als we zeggen wilskracht, wat ik in ieder geval bedoel, is je vermogen om iets te doen wat je niet wil doen, of iets te laten wat je wel wil doen. Maar het is wel de strijd tussen wat je wil en wat je zou moeten doen. En die strijd proberen te winnen. En hoe beter je die strijd wint, hoe groter je wilskracht. En in de context van voeding hebben we het misschien over de M&M's laten liggen, of wel gaan trainen als je geen zin hebt bijvoorbeeld. Dat zou wilskracht zijn in de trainingssetting. En het probleem wat ik ervaar met wilskracht, is dat het is heel moeilijk te trainen of om het groter te maken. Als je het wel traint, is het vaak taakspecifiek. Dus misschien neem je elke ochtend een koude douche. En dan word je beter in koude douches nemen, maar dan maakt het wel niet beter in chips laten liggen bijvoorbeeld. Uiteindelijk het effect, als je het wil gebruiken in de praktijk, is best wel klein. En wacht even, moeten we even wachten. Ja. Er loopt iemand over de steiger.
Het is heel moe. Zie je iemand? Oh, ja. Oh, ik stoot tegen de camera. Ik zie ook niemand op. Ze hoort mij. Ik doe even zo. Oh ja, ik zie haar in de weerspiegeling. Oké. Schattig zeg. Ja. De oudste was toch? De oudste heet ze. Ja. Wat hadden we nou over? Wilskracht, hè? Wilskracht, ja. Oh, ja. Kun je hem oppakken? Ja, wat zei ik nou? Het effect is heel klein. Wacht even. Zo, goed dat ik... Ja, top. Alles loopt. Alles loopt, ik doe even zo. Ja. Oké, wilskracht. Ja, overrated. Doen we gewoon helemaal opnieuw eigenlijk nu? Maakt niet uit. Oké, ik ga het gewoon opnieuw doen. Ja, ja. Misschien voor de luisteraar goed om te weten is, wat bedoelen we met wilskracht? Wat ik in ieder geval bedoel, is je vermogen om iets te doen als je het niet zou willen doen, of om iets te laten als je het wel zou willen doen. Ja. In de context van fitness zou dat zijn M&M's laten liggen, of wel gaan trainen, ook al heb je geen zin. En de strijd winnen van wat je zou moeten doen over wat je wil doen, dat zou wilskracht zijn. En er zijn een paar problemen ermee. Probleem 1 is dat het heel moeilijk te trainen is. Het is heel moeilijk om het sterker te maken. En als het wel lukt om het sterker te maken, is het vaak taakspecifiek. Dus bijvoorbeeld elke ochtend een koude douche nemen is wat mensen doen voor wilskracht. Dan word je waarschijnlijk wel beter in een koude douche nemen. Maar dat maakt je niet per se beter in M&M's laten liggen of chips laten staan als je probeert af te vallen. En uiteindelijk waar het in de praktijk op neerkomt is, als je wilskracht gebruikt, het is heel snel, laten we zeggen, op. Of dat het eigenlijk niet zo goed meer werkt. Nou ja, als je al of vroeg op de dag al heel veel wilskracht hebt moeten gebruiken, dan zien we gewoon terug dat het lijkt wel een heel klein buffertje te zijn. Je kunt het een paar keer gebruiken, maar als je te veel gebruikt, het wordt dan 1 uur of 4. Ja. En je komt thuis en ja, dan wordt het vaak fuck it all. Ja. Want dan heb je al je wilskracht al opgebruikt. Ja, en er zijn zoveel dingen in je omgeving die erop in gaan spelen die veel sterker zijn dan jouw vermogen om het tegen te houden. Stel, als je honger krijgt, als je stress krijgt, dan kom je thuis. En dan zijn de M&M's op tafel. Ja, dan ga je erbij. En je hebt nog geen boodschappen gedaan, dan is het gewoon klaar. En dat, die strijd, misschien win je die een keer, maar niet 12 weken lang als je 10 kilo moet afvallen om gezonder te worden. Dus dat betekent dus niet dat wilskracht niet bestaat of niet werkt, maar het is gewoon geen goede strategie om op te leunen als je een doel wil halen. Maar wat veel beter werkt, wat ik in ieder geval meestal probeer te doen, is gewoon zoveel mogelijk voorkomen dat je wilskracht moet gebruiken. En dat is nog veel makkelijker, net als dat wij nu geen moeite hebben om baklava te eten, want het is hier niet. Ik weet niet eens wat het is. Baklava. Oh, nou, als ik dat ga zeggen, Janneke, dan is jouw wilskracht gelijk op. Oké, maar gelukkig. Nee, maar je zegt iets superbelangrijks. Wat ik jou hoor zeggen, correct me if I'm wrong, maar je creëert een gezonde omgeving. Ik zorg ook gewoon dat er nooit troep in huis is. Want ja, ik sta bekend als bakken met wilskracht, maar ik ben natuurlijk ook gewoon een slap twijgje, wat dat betreft. Als ik keihard heb getraind en nat geregend ben en helemaal leeggezogen, ja, en er staat dan allemaal shit. Ja, dan weet ik ook niet hoe sterk ik ben. Maar ik ga het ook niet testen. Het is er gewoon niet. Ja. Het is er gewoon niet. Dus er komen alleen maar... Want ik vraag heel vaak, hè. Dan zeggen mensen, ja, ik heb er zoveel last van. Want ja, ik snoep toch best wel vaak chips. En dan vraag ik gewoon van, hoe komt die chips in huis? Ja, niet door de muisjes, toch? Nee, dat moeten ze gewoon toegeven. Dat heb ik zelf gekocht. Ja. Ja. Hè, dus die battle, die begint eigenlijk al in de supermarkt. Ja. En daar gaat die stem in je kop je weer van alles wijsmaken. Dat je koopt dat niet voor jezelf, je koopt het voor een ander, je neemt dan maar 1 chippy. Ja, dat is natuurlijk nooit. En ik ook de overtuiging die veel mensen hebben, dat als je een dieet gaat doen, dan moet het moeilijk worden en een beetje honger mag, maar je moet gewoon doorheen bijten. Dat is gewoon een slechte strategie. Probeer het van zoveel mogelijk te voorkomen. En dat is een beetje precies je zegt, die omgeving. En de omgeving denken veel mensen, denken gewoon bijvoorbeeld aan geen chips in huis, wat heel belangrijk is. Maar een andere belangrijke is de sociale omgeving. Dus bijvoorbeeld ga je op stap met mensen die gaan drinken, dan wordt het heel moeilijk om niet te drinken. Maar je kan nog een stapje verder nemen. Misschien zeg je, als ik van tevoren zeg tegen mijn vrienden, ik wil niet drinken vanavond, dan is de sociale druk al lager. Dus de sociale druk uit de omgeving om te drinken wordt al lager. Maar daarnaast ook je interne omgeving. Dus als we hebben over honger bijvoorbeeld. Als ik honger heb, dan wordt het heel moeilijk om cravings te voorkomen. Maar als ik kan voorkomen dat ik honger krijg, dan maak ik dat dan makkelijker voor mezelf. Ja. En hetzelfde geldt voor stress. Als ik stress kan voorkomen of als ik beter slaap, dan is de kans kleiner dat ik
zo ja, mentaal vermoeid raak dat ik meer trek ga krijgen in zoete dingen, et cetera. Ja, goed. Dus dat is ook belangrijk om mee te nemen in de omgeving. Dus communicatie, honger, stress. En als ik een vierde bonus tip mag geven voor de luisteraar. Ja, gratis. Gratis, ja. Ik laat wel een tikje achter in de comments. Maar, nee, wat heel veel helpt, vaak als je keuzes moet maken nog, is dat heel moeilijk. Bijvoorbeeld als je stress hebt, dan is het veel moeilijker om de goede dingen te kiezen. Of als je meer honger hebt, et cetera. Hoe meer jij keuzes hebt gemaakt al voordat je stress hebt, hoe makkelijker het wordt. En in de praktijk betekent dat vaak plannen wanneer je gaat trainen. Plannen wanneer je wat gaat eten. Dus bestel bijvoorbeeld je boodschappen online. Je hoeft niet naar de supermarkt, bestel ze online. Je komt niet in de verleiding door het snoeppad. Dus een plan wat je gaat eten die week, bestel het online. Je hebt het gewoon in huis. En het liefst nog, maak je bijvoorbeeld op maandag, maak je gelijk eten voor dinsdag en woensdag. En dan zijn die maaltijden zijn gewoon gedekt. En de kans dat je dan op woensdag toch een hamburger bestelt, in plaats van, ja, weet ik wat je dan gaat eten, je rijst met groenten of iets. De kans is gewoon veel kleiner dat het misgaat. Ja. Bonus tip. Bonus tip. Ja. Ja, en wat ik heel fijn vind aan bijvoorbeeld de manier waarop ik eet, dat is super veel fruit en bladgroenkruiden, kiem en zeewier. Ja, je kunt er zoveel van eten eigenlijk zonder een overschot te krijgen in vet of zout of andere smerigheid, om het maar even zo te zeggen. Dat werkt ook, vind ik, als een tierenlier. En wat mij ook altijd opvalt is wat slaaptekort doet met je hongergevoel. Ik zorg echt altijd dat ik voldoende slaap, want als je pistool op mijn hoofd, nooit meer gezond slapen of nooit meer gezond eten. Terwijl ik boeken schrijf over hoe belangrijk het is om gezond te eten, bla bla bla, denk ik toch dat ik kies voor gezond slapen. Want ja, gezond slapen en lekker uitgerust wakker worden maakt alles zoveel makkelijker. Ja, 100%. Ja. En zorg dat je geen honger krijgt. Echt, ga dan maar gewoon heel veel gezonde dingen goed eten. Als een bouwvakker goede gezonde dingen eten. Ja. Waardoor je niet snijdt. Per saldo kom je gewoon zoveel beter uit. Ja. Dus echt ook even slim zijn. Ja, dat is denk ik mijn. Als ik merk met, als ik aan het werk ben met klanten, met mijn personal training, en ik merk dat mensen veel honger hebben als probleem. Ja. Dan is mijn nummer 1 tip is het volume verhogen van wat je eet. En dat is eigenlijk precies wat je net allemaal opnoemde. Ja. Zeg maar, hoeveel meer kan je eten voor hetzelfde aantal calorieën? En een goed voorbeeld is één bak aardbeien van 400 gram, 100 calorieën. Yeah. En dan moet ik goed zeggen, M&M's, 20 gram M&M's, dat is één handje, is ook 100 calorieën. Maar je zit van die aardbeien natuurlijk veel langer vol. Yeah. En hoe meer je daar jezelf mee vol kan proppen eigenlijk, hoe makkelijker het wordt voor jezelf. En vaak zijn het ook dingen die goed zijn voor je gezondheid. Ja, maar wat ik ook heel veel, een veel voorkomende mindfuck eigenlijk. Ja, maar ik heb al 3 bananen gegeten, ga ik dan nog een 4de eten? Ja, tuurlijk. Ja. Al eet je nog een 6de, een 7de, een 8de, misschien wel een 10de. Alles beter dan een zak chips op gaan eten. Want een zak chips, 200 gram, het is echt 1 bak vet, zout en ellende. Wel lekker. Ja, wel lekker. Dat is het probleem. Dat is het probleem, ja. Ja, maar hoe lekker is het nou echt als je straks met dichtgeslipte aarde op de intensive care ligt? Hoe lekker was het dan? Maar geloof jij dan ook in nooit meer chips? Nooit meer chips, wow. Dat is wel context die ik vaak mee probeer te geven. Nou, kijk, wat ik heb bedacht. Ik heb zeg maar voor alle ongezonde dingen een gezonde variant gevonden. En wij eten ook eigenlijk iedere dag chips. Soms wel 3 keer per dag. Maar wij noemen dat gebakken zeewier. Ja. Die sea veg. Die in de oven. Nee, ik heb het ook voor jou gekocht. Je krijgt het straks. Het zit in je cadeau. Ik denk dat Lulu dat lekker vindt. Ja. Nou ja, maar jij dus misschien niet, hoor ik niet. Ik ga het proberen. Je gaat het proberen. Oké. Okay. Maar gebakken zeewier. Ja, wij zeggen ja, wij eten gewoon de hele dag door chips. Ja. Maar dit is chips die en lekker is, en gezond, en toch dat zoutige, knisperige, alles geeft. Dus wat ik heb gedaan, ik heb voor alle ongezonde dingen die ik cravede, die ik lekker vond, heb ik gewoon een gezond alternatief bedacht. Ja. Dus ik snaai de hele dag. Maar ja, het is allemaal super, super, super gezond. Ja, dat is top. En bijvoorbeeld maiswafels. Nou, dat zie ik al als een soort van guilty pleasure. Nou, dat zou natuurlijk voor 90% van de bevolking een ongelofelijke stap vooruit zijn. Maar ja, dat zie ik als het meest ongezonde in mijn dieet. Nou, dan denk ik als dat het ongezondste is. Ja. En als ik dat beleg met avocado en wat zeewier eroverheen. Als dat mijn guilty pleasure zijn. Nou ja, wie doet me wat? Ja. Mooi. Hey, je bent net vader geworden. Ja. Misschien korte nachten, misschien ineens is er een mens in je leven bij. Hoe zorg je ervoor dat je toch gezond blijft, consequent blijft trainen, vroeg op bed blijft gaan? Ja, het is nu 8 maanden geleden.
En het gaat op zich best wel lekker, moet ik zeggen. Aan het begin was het sowieso zwaar, maar dat had ik ook verwacht. Je was vaak wakker in de nacht. En ook als je dan wakker was, dan schrikte je ook echt wakker. Oh, moet er dingen gebeuren? En dan stond hij gelijk aan. En ik heb ook gewoon mijn verwachtingen en mijn trainingen van tevoren op aangepast. Weet je. Ik had toen met geen ambitieuze doelen. Ik ging minder trainen, maakte mijn trainingen wat korter. Je zegt iets belangrijks, hè? Want wat is geluk? Geluk is je verwachtingen minder realiteit. Heel slim, Thijs, als je je verwachtingen super laag legt. Ja, dat is een mooie formule. Ja, dat is een hele belangrijke realiteit. Dat is een super belangrijke formule. Want jij hebt het heel slim aangepakt. Als je je verwachtingen natuurlijk super laag houdt. Ja. Ja, dan snap ik wel dat je zo gelukkig bent. Dus ik had dat sowieso gedaan. En toen, want ik dacht ook, eigenlijk de hele zwangerschap dacht ik al van, nou, ik zie het wel, want ik weet gewoon niet hoe dingen gaan. En ik wilde ook daar niet mezelf op gaan voorbereiden met dat ik zou verwachten hoe mijn trainingen uit te zien, et cetera. En hoe mijn rooster uit te zien. Dus ik dacht, ik ga gewoon sowieso lage verwachtingen. Kijk even hoe die bevalling en die eerste paar weken gaan. En dan kijk je daarna wel verder. Toen ben ik vanaf daar gewoon opgepakt. Ik heb qua voeding wel redelijke structuur aangehouden. Maar ging ook wel eens mis. Weet je, dat je wat meer ging snacken. Dat was ook rond de kerst en zo. Het was allemaal niet makkelijk. En dus dat eerst. Zo zwaar leven. Ja. En op een gegeven moment, dan heb je wat periodes. Dat het even op meer ritme zit. In het slaapritme van Chiara, mijn dochter. En dan ging dat wel goed. En dan probeerde ik daar wat meer in te trainen. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga weer 4 keer trainen. Toen deed ik dat een paar weken, toen keek ik om me heen. Toen dacht ik, nou, dit gaat nog steeds goed. En dan ben ik daar gewoon mee doorgegaan op die manier. En zo heb ik het eigenlijk opgepakt. Dus na de geboorte, verwachtingen laag, kijken hoe het gaat. En dan daarna weer oppakken. Ja. Tot er wat meer structuur in zat. En wij hebben nu best wel geluk met dat ze een redelijk makkelijk kind hebben. Weet je wel? En ik slaap prima s'nachts. Lulu die geeft borstvoeding, dus die slaapt iets minder s'nachts. Maar ik slaap er dan vaak doorheen. Maar ik hoor helemaal Mitchell, die vertelt aan iedereen, oh nee, Douds, die slaapt echt vannacht 8-1 door. Ja. Dan denk ik, ja, dat jij is slaapt door, Mitchell, ja. Hij slaapt door. Ja, ja. Nou, ik heb wel eens in de fitnessboekjes gelezen, eventjes een sprongetje maken naar borstvoeding, dankjewel, dat zogenaamd heel slecht zou zijn voor je herstel en je spierherstel. En toen wilde ik dat boekje echt bijna wel direct gewoon door de wc spoelen, want ik denk dat het niet verder weg kan liggen van de realiteit. Want die borstvoeding, ja, je wordt even zo wakker omdat je iemand hoort die heel graag even wil drinken. Ja. Maar tegelijkertijd geeft het ook allemaal weer hormonen af, waardoor je super makkelijk in slaap valt, lekker doorslaapt. Een of andere magische krachten komen er vrij. Dus ik heb wel, kijk, voordat ik moeder werd, dacht ik van, nou, daar gaat mijn sportcarrière. Het is gewoon all gone. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want ook al slaap je, word je soms wakker gemaakt en heb je 's nachts even iemand aan je tiet hangen. De natuur zorgt op een of andere gekke manier ervoor dat je toch met heel veel power wakker wordt. En dat je supergoed herstelt. Dus, want wat was de theorie van het boekje? Dat het slapen het probleem was? Nee, dat borstvoeding, dat bepaalde hormonen, ik zie het boekje bijna staan, dat die... dat geeft bepaalde hormonen af, waardoor je eigenlijk heel zwak wordt en heel slap wordt. En dat niet geschikt is om te combineren met topsport. Dat je heel lastig spierherstel zult ervaren. Terwijl ik zie echt dat het tegenovergestelde waar is. En ik focus niet op eiwitten, hè? Ja. Nee, de eiwitleugen. Ja. Nee, ik ben helemaal gekapt met het focus op eiwitten. Ik denk dat de grootste leugen is. Ik wil trouwens met jou sowieso een bruggetje slaan aan allemaal fitnessleugens. Oké. Okay. Maar wat die voor mij echt met stip op één staat, dat is de eiwitleugen. Daar ben ik benieuwd naar. Die staat bij mij ook op nummer 1 als de waarheid. Wat? Over eiwitten. Ja, maar jij zei zo straks wel van ben je 18, ja, focus wel een beetje op je eiwitten. Ja. Wat een onzin. Ja, precies, dat bedoel ik. Nee, dat bedoel ik niet. Nou, gaan we het zo over hebben? Ja, nou graag. Of wil je het er nu over hebben? Ik wil het er nu wel over hebben. Oké, wat is jouw stelling over eiwitten? Mijn stelling is dat als je ergens in een sport goed wil worden en je wil progressie boeken, dat het allerbelangrijkste trainen is. En dat als je groot en zwaarder wil worden, moet je meer gaan eten. Maar wel in de juiste verhouding. En wat mij betreft is de juiste verhouding 80% koolhydraten, 10% van je calorieën. Dus 80% van je calorieën komen uit koolhydraten. 10% van je calorieën uit vetten en 10% van je calorieën uit eiwitten. En als jij ineens die balans gaat verstoren door eigenlijk boven uit verhouding veel eiwitten te gaan eten,
gaat je lichaam niet ineens sneller groeien of meer groeien. Nee, je lichaam wordt eigenlijk geforceerd om eiwitten te gaan gebruiken als brandstof. En ja, dat is... Je kriebelt aan je baard. Omdat ik hard aan het nadenken ben. Oh, oké. Okay. ja, dat zie ik als, als niet zo slim. Want uiteindelijk is gezondheid altijd de basis voor fitheid. Dus je allerbelangrijkste doel is altijd... hoe word ik zo niet normaal bizar gezond mogelijk? Want een gezond lichaam, ja, dat is adaptief. Dat kan zich aanpassen. Dat kan flexibel zijn. Dat kan groeien. Dat kan bloeien. Dus je wil gezondheid. Dus ik merkte toen ik helemaal af ging stappen van de focus op eiwitten, maar de focus ging leggen op hoe kan ik met iedere hap zoveel mogelijk vitamine, mineralen en andere fytonutriënten binnenkrijgen. Met in combinatie met hoog in koolhydraten, laag in vet en eiwit. Nou, dat was echt wat een game changer. En wat je merkte toen, je prestaties gingen omhoog en je voelde je beter. Dat... Ja, veel sneller herstel. Ja. Veel minder lang spierpijn. Echt bizar. En ook al had ik spierpijn, kon ik toch goed blijven trainen. En ja, game changers. Het klinkt een beetje als een Amerikaanse... sommigen vinden het een beetje Amerikaans. Maar als je de grote lijnen pakt van game changers... Die documentaire, The Game Changer. Ja. Voor wie hem nog niet gezien heeft... Het tikkeltje Amerikaans sausje eroverheen, maar als je de grote lijnen pakt, die hebben, zo zie ik het ook. Ik heb alleen één verschil ten opzichte van Game Changer. Daar zie je wel heel veel vegan junkfood, daar blijf ik bij vandaan. Ja. Ik eet gewoon heel veel fruit, bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier en overige planten. Ja. Maar okay. Dus niet meer focus op eiwitten. Nee, dus als je groot wil worden, ga meer eten, maar niet alleen meer eiwitten. Ja, precies. Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, mag. Dat is leuk. Ja, dus als ik het goed zeg, jouw stelling is dan vooral... Veel mensen zijn helemaal ook met meer eiwitten, maar eiwitten. Maar hij zegt, nee, doe in plaats daarvan gewoon focus op meer eten over het algemeen. Vooral veel koolhydraten, want dat wordt dan vooral je brandstof. Zodat je lichaam niet die eiwitten als brandstof gebruikt. En de eiwitten die je dan wel eet, kunnen dan gewoon worden gebruikt voor spiergroei. Maar als je het is niet dat ik geen eiwitten eet, hè. Nee. Ik krijg soms gewoon door gewoon te eten, 4000 calorieën eten, ik krijg gewoon 100 gram eiwitten binnen. Ja, precies. Dus dat is voor jou gewoon voldoende waarschijnlijk. Ja, meer dan genoeg. Ja, dat is wel 10%. Ja, oké. Nou ja, dus mijn, hoe ik het aan mensen vertel, is als we gewoon kijken puur literatuur over spiergroei, dan zijn er heel veel onderzoek gedaan naar hoeveel eiwitten moet je eten voor de snelste curve in spiergroei. Dat komt dan neer op ongeveer 1,6 tot 2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht. Ja, en hebben we dan je kilo lichaamsgewicht zoals ik nu op de weegschaal sta? Nou ja, ik ben redelijk droog. Ja. Maar stel je voor, ik zou een vetpercentage van 30 hebben. Moet ik dan nog steeds mijn lichaamsgewicht vasthouden? Of gaat het om droog? Droge kilo lichaamsgewicht. Dat is inderdaad een praktisch probleem. Want de meeste mensen, als je een normaal vetpercentage hebt, dan werkt die formule redelijk goed. Maar als je inderdaad iemand hebt met overgewicht, dan is dat moeilijker. Wat ik zelf meestal doe in de praktijk om dat op te lossen, is dat ik dan in plaats van het lichaamsgewicht de lengte van die persoon pak in eiwitten. Dus stel iemand is 1,80 meter, dan eet ik 180 gram eiwitten. Ja. Maar waar het in ieder geval om gaat, is dat iemand gewoon genoeg of veel eiwitten eet om het spiergroeiproces te optimaliseren. Maar ik zou dan daarbij willen zeggen, want ik denk dat veel mensen inderdaad gewoon daarop letten en dan de rest loslaten. Wat ik in ieder geval zelf wil doen, ik zeg oké, we gaan dat doen. Voor je spiergroeioptimalisatie. Daarnaast wil je ook zorgen dat je genoeg calorieën eet. Dus voor de meeste mensen betekent dat inderdaad meer calorieën eten dan je verbrandt voor spiergroei. En ik zeg dan wel, maar mij niet zo uit of je dat met vet of met koolhydraten doet, als maar meer calorieën is. En waarom denk ik ook misschien een verschil zit, dat jij naar mijn idee veel meer conditie gefocuste sport doet. En voor krachttraining, het is niet zo intensief voor je koolhydraatvoorraden als je genoeg calorieën hebt gegeten. Ja, maar jij weet ook, toen je droog ging trainen en überhaupt te weinig ging eten, dan wordt het echt kutter om te trainen. En dan wordt het ook moeilijker om te grinden. Klopt. Dus je hebt ook voor krachtsporters, en ik zie het steeds meer opkomen, steeds meer krachtsporters die ook denken, oh ja, fuck, ik moet ook echt veel koolhydraten eten, want dan train ik gewoon veel beter. Ja. En dan heb ik veel meer volume in mijn spier. En mijn spier houdt ook veel meer vocht af, vast. Dus hij kan veel meer workload, hij kan veel harder trainen, zeg maar, om het maar even zo te zeggen. Ja. Hij is veel sterker, hij is veel explosiever, hij kan het veel langer volhouden. Dus ja, ik zie die koolhydraten ook in de krachtsport, die krijgen ook gelukkig steeds een belangrijkere rol. Ja, nou, ze zijn zeker wel handig. Maar ik zou bijvoorbeeld zeggen, als je gaat droog trainen, dan kan het ook al
Want dan is de vraag, ik wil geen spiermassa verliezen bijvoorbeeld, omdat ik in een calorietekort zit. En door dan genoeg eiwitten te eten, kan ik het wel proberen te voorkomen. Ja, dat is het standaard verhaal, maar ja, die geloof ik dus niet. Geloof je het niet? Nee. Het is, je maakt het dan super zwaar voor je lichaam. Want je lichaam gaat toch die calorieën eerst gebruiken voor je primaire functies. Dus je lichaam wordt dan eigenlijk in die stressvolle situatie nog meer stress opgelegd, omdat die dan voor de primaire functies die eiwitten moet gaan gebruiken om voldoende energie in de cel te krijgen. Dus ja, ik denk dan niet slim. Hoe train ik? Super makkelijk droog. Echt, dat is maximaal 10% van mijn calorieën uit vetten halen. En ook alleen maar gezonde vetten. Ja. Dus geen olie, geen zouten, geen bewerkte troep. Echt puur eten. S'avonds even kappen met snoepen en snaaien. Vroeg op bed. Ja, en je bent al droog. Ja, simpel. Dat klinkt heel simpel inderdaad. Ja. Ja. Maar voor wat je zegt, met of je dan Ik denk dat het dus slimmer is om heel... Dan, die vetten die heb je niet nodig. Je hebt zoveel, zelfs een droog persoon heeft nog zoveel vet op zijn lichaam. Vet heb je genoeg. Dus stoppen met vet eten, superveel koolhydraten. Gewoon normaal met eiwitten, niet veel, niet weinig. En wat ik ook een hele belangrijke vind, kijk naar borstvoeding. Je mag er nu letterlijk naar kijken. Hè? Het gebeurt in je huis. Ja. Je ziet je kindje, hè, je meisje, jullie zien haar bizar groeien. Ja. Op wat voor goedje doet zij dat? Melk. Op borstvoeding. Ja. Wat is de samenstelling van borstvoeding? Ja, vind ik een goede vraag. Voor mij vooral veel vet en eiwit, dacht ik. Maar... Oh. Dan ga je denk ik zeggen koolhydraten. Thuis! Ja. Oké, wat is de macronutriële samenstelling van borstvoeding? Het is ongeveer 7 gram suiker, 3 gram vet en zo'n 1,2 tot 1,7 gram eiwit. Per 100 milliliter. Oké, ja. Dus op dit moment is jullie dochter bizar aan het groeien op een suikerdrankje. Ja. Dat is toch bizar? Ja. Dus ze leert nu lopen, ze leert praten. Ze heeft zich zowat verdubbeld, misschien wel al verdriedubbeld in gewicht. Ja, gaat hard. Ja, wel verdrieën volgens mij, wel verdriedubbeld. Ja, dat is toch bizar? Ja. Op een koolhydraatgoedje, op een suikergoedje. Super laag in eiwit. Ik ben niet anti-koolhydraat hoor. Ik denk ook niet dat iedereen... 1,6 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht moet eten om gezond te zijn. Maar ik zou wel zeggen, als je aan krachttraining gaat doen en je wil je groei optimaliseren, dan is dat wel mijn advies in ieder geval. Tot nu toe. Ja. Maar ik zou moeten uitzoeken wat jij zei, of je dan inderdaad die eiwitten alleen als brandstof gaat verbruiken, of het meer stressvoller is voor je lichaam. Ja, absoluut. Zo heb ik het nooit gelezen namelijk. Dus voor mij is dat nu een nieuwe stelling waar ik niet met zekerheid op in kan gaan. En een andere die ik nog vaak meegeef aan mensen is, je hebt een verzadigend effect van eiwitten binnen een bepaalde range. Dus als je 1,2 tot 1,6 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht eet, dan verzadigt het redelijk veel. En dat kan tijdens het droogtraining bijvoorbeeld het makkelijker maken om het vol te houden. Ja, daar kijk ik ook anders naar. Maar ja, dat dacht ik ook. Ja. Maar dat is niet erg. Ik ga gewoon mijn visie delen. En dat is helemaal niet erg. Doe wat ik veel handiger vind om verzadiging. Dat leg ik ook trouwens uit in de boeken. Hè? Alles wat ik nu heb gezegd. Ik snap dat mensen denken, wow, waarom heeft Dr. Google mij dit nooit verteld? Ja. Nou, dat is volgens mij omdat we heel graag goede dingen horen over onze slechte gewoontes. Maar ik ben helemaal die literatuur ingedoken. Want met al dat eiwitgelul, ja, ik was nog steeds niet verzadigd. Dus ik dacht, of er is iets mis met mij, maar er gaat hier iets fout. Ja. Dus ik kwam er toen achter dat we hebben allemaal receptoren in onze maag. En dat kun je eigenlijk vergelijken met emmertjes. We hebben allemaal emmertjes in onze maag zitten. En we hebben een gigantisch grote emmer voor vitamine C. En een nog grotere emmer voor suikers. Echt suikers, ja, I love them. Ja, ik ben helemaal niet anti-suiker. Weet ik. Voor mijn gevoel moet ik het elke dag uitleggen aan mensen. Waarom suiker niet per se de duivel is. Maar... Ja, mooi. Ja. Nou, mag je dan straks ook nog aan de luisteraar uitleggen. Maar we hebben dus allemaal emmertjes in onze maag zitten. En waar ik achter kwam, is dat vooral dat emmertje voor vitamine C... Voor natuurlijke vitamine C, dus niet uit een pilletje, maar vanuit natuurlijke vitamine C, zoals je alleen vindt in fruit, bladgroenkruiden en kiemen en zeewier. En dat emmertje voor suikers, als die vol zitten, nou, een groene smoothie echt is voor mij dus de uitvinding. Pats, dan gaat het dekseltje op dat emmertje en dan gaat er een signaal naar je hersenen van, jongens, alles is onder controle, don't worry, be happy, ga lekker doen wat je leuk vindt, speel een spelletje, lees een boek. Of ga werken voor veel mensen. Maar dan hoef je niet meer bezig te zijn met dat eten. Terwijl toen ik ging focussen op nog meer kwark, nog meer eieren en de hele rattenplan.
bleef ik maar dat irritante, knagende gevoel hebben van... ja, ik weet dat ik heb nu al zowat 4000 calorieën gegeten, maar ik hou maar honger. Ja. En dat was voor mij wel echt een gamechanger. Ja. Oh. Ja, oké, okay, interessant. Ja. Nou, ik ga even induiken. Ja, nou, ik heb een leuke nootje straks voor je. Het boek, denk ik. Ja. Je hoeft het niet te lezen. Maar ik denk, wat er wel een belangrijke misschien... wat ik vaak voor mijn gevoel moet uitleggen aan mensen... een belangrijke kern van dit verhaal is denk ik... wat je ook met die gamechanger documentaire... Ik heb het niet helemaal gezien, maar ik was ook niet, tenminste niet oneens, maar ik denk het belangrijkste wat ik vaak zeg is, je kan op heel veel manieren fit worden en op heel veel manieren topatleet worden. Absoluut, ja. Uiteindelijk is, of je nou dierlijk of plantaardig of veel weinig koolhydraten, veel weinig eiwitten, het kan blijkbaar allemaal. En er zitten wel nuances in, maar focus je vooral op wat je zegt, de basis is gewoon hard trainen en goed eten voor zover we het kunnen begrijpen. En dat betekent meestal vooral veel groente en fruit en wat zijn er ook blij mee. Kiemen, bladgroenten, et cetera. Dat is altijd een goed idee. Je begint daarmee. Maar verder is er niet één weg naar Rome. En waarom hoeven we volgens jou niet bang te zijn voor suiker? Zoom ik even op je. Ja, suiker. Ik krijg vaak de vraag, is suiker de duivel? Of mensen die willen afvallen zeggen, ik moet gewoon minder suikers eten. Er zitten een paar problemen in die stelling. Eén voornaamste is denk ik, als mensen zeggen suiker, bedoelen ze gewoon alle soorten suiker. Ook in fruit bijvoorbeeld. Daar denk ik van ja, maar wat is er dan mis met fruit? Er zitten heel veel goede dingen in ook. En wat er vaak wordt... gezegd over suikers dan, oké, je hebt dan de stijging in je bloedsuikerspiegel bijvoorbeeld, dat is dan een probleem. Nou, dan is je bloedsuikerspiegel echt extreem goed geregeld in je lichaam. Zeg maar, als die te ver afwijkt, dan ga je helemaal naar de knoppen. Je lichaam is er best wel goed in. Als je heel veel spiermassa hebt en heel weinig vet hebt, is je lichaam er nog beter in. Ja, ja, ja. En dan is zelfs, zou ik zeggen, een zak M&M's kan je lichaam dan wel hebben. Ja, dat lukt ook wel. En zeker een appel lukt ook wel. dus dan zou ik zeggen, die bloedsuikerspiegelstijging, ja, is het überhaupt een probleem voor iedereen? En kijk dan ook naar het product wat je eet en de samenstelling waarin je dat eet. Van dat gaat ook die bloedsuikerspiegelstijging bepalen. Dus dan de suiker op zich is niet een probleem. Het gaat om het soort suiker en het gaat om... Met de context. De context in wat het is gegeten. Want de bloedsuikerspiegelstijging van quinoa is net zo hoog als die van een Snicker. Omdat die Snicker ook vet heeft bijvoorbeeld. Ik denk niet dat die beter of slechter is, maar het is meer, dat is mijn punt. Het maakt die bloedsuikerspiegelstijging, ligt er niet wakker van. Nee, maakt dat niet je belangrijkste focus? Nee. Bij alles wat je eet stijgt je bloedsuiker een beetje en dat is normaal, want je suiker is via je bloedbaan onderweg naar zijn eindbestemming en dat is de cel. Ja. En dat is een normaal natuurlijk proces. Je wil een vlakke bloedsuikerspiegel is bijna synoniem aan een vlak leven. Ja, ja, ja. Maak het niet je belangrijkste focus, want ja, je haalt eigenlijk de prik, de juice uit je leven. Ja. Het is een normaal proces en... Ja, dat is een normaal proces. Nee, precies. En denk ik, veel mensen zijn ook bang van de combinatie van bloedsuikerspiegel en de risico op diabetes. En dat is ook heel belangrijk om aan te kaarten. Als je kijkt, wat zijn de risicofactoren op diabetes? Dan heb je nummer 1, is je genen dan. Dan heb je nummer 2, is hoe actief is je levensstijl, als ik de volgorde goed heb. Dan heb je hoeveelheid spiermassa, want hoe hoger je spiermassa, hoe hoger je insulinegevoeligheid, hoe beter je de suikers kan opnemen. Dan heb je je vetpercentage, hoe hoger je vetpercentage... Hoe slecht je dat kan doen, dus als je die laag houdt, scheelt ook. Dan heb je ergens op nummer 5, heb je dan echt je koolhydraten of suikerinname, laten we zeggen. En de kans daarop op je diabetes. Dus dat is wel een argument tegen suiker om te maken, is misschien producten die hoog zijn in suiker. Toegevoegde suikers dan vooral, die vullen vaak niet zo goed. Zeg cola of zeg chocola. Waardoor je niet zo lang vol zit, misschien te veel calorieën eet, overgewicht krijgt. En daarmee je risico op diabetes bijvoorbeeld zou kunnen verhogen. Maar suiker op zich... Take it easy on sugars. Nee, dat zijn wel de belangrijkste punten eigenlijk die ik wil maken over suiker. Ja. Ja. Nou ja, ik ga er toch nog even ook iets over vertellen hoe ik daar naar kijk. Ik denk dat suikerziekte überhaupt een hele misleidende naam is. Ik heb in mijn boek ook een heel pleidooi waarom we suikerziekte beter vet-eiwitziekte kunnen gaan noemen. Want suiker wordt pas echt een probleem in het lichaam bij een overschot aan intracellulaire lipiden, zoals we dat dan noemen. Hè? Dus dat zijn vet wat eigenlijk in de cel zit en rondom de cel zit. Ja. Dus als jij te dik, te vet bent of te vet eet, ja, dan wordt suiker een heel groot probleem. Of een heel groot probleem. Wat ik gewoon vervelend vind, is dat suiker eigenlijk de schuld krijgt, terwijl vet alle ellende veroorzaakt. Ja, lichaamsvet dus, in ieder geval. Lichaamsvet en vet in je dieet. Want we zien dat zodra jij vet gaat eten, dan gaat dat als het ware als een dikke, vieze, gore laag om die cel heen zitten. Waardoor suiker, die zo graag die cel in wil, zodat die cel goed zijn werk kan doen.
Hè, want iedere cel heeft maar, kan maar op één dingetje goed zijn werk doen. En dat is op glucose, op suiker. Die cellen hebben om goed te kunnen presteren. En jij bent de optelsom van miljarden cellen. Hebben ze superveel suiker nodig. Dus ja, van suiker de vijand maken. Dat is... dat. Ja, ik begin gewoon te stotteren. Ja, ik zou in ieder geval zeggen, er is veel meer context nodig bij de stelling. Suiker is slecht. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. En nog eentje die ik daarover wil aankaarten is suiker verslavend? Die krijg ik ook vaak. En daarvan zou ik willen zeggen, ja, als je een bak tafelsuiker op tafel zet, die eet je ook niet in één keer op. En ben je verslaafd aan suiker of ben je verslaafd aan gewoon de structuur en de smaak en de samenstelling van koekjes en chips? Of ben je verslaafd aan je emoties proberen te reguleren met behulp van eten. Ja. En dat is niet gek, want dat wordt ons al super jong geleerd. Ja. Maar als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Ja. Dus als jij geen honger hebt, maar je voelt wel dat je drang hebt om te gaan eten, ja, dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. En dan kan je beter eigenlijk naar de psycholoog gaan of een goede therapeut zoeken of met een goede coach gaan samenwerken, in plaats van dat je een zak chips of M&M's open gaat trekken. Ja. Ja, en in ieder geval geen tafelsuiker, want je bent niet verslaafd aan suiker. Mooi. Ja. Mooi. Even kijken. Je vriendin, toen je haar ontmoette, was ze wel vegan, hè? Lulu was vegan, ja. Was, hè? Je hebt het eruit geramd. Nee. Het is gewoon een beetje zo gegaan, maar ja, klopt. We zijn heel lang vegan geweest in de eerste paar jaren van de... Hoe vond je dat? Ja, in het begin wel lastig, maar ja, je bent er ook snel aan. We wilden gewoon samen zijn. Dan kom je eruit. Wat is uiteindelijk het probleem? Als ik bij haar was, dan at ik havermout. En als zij bij mij was, dan at ik zelf een ijsje en zij niet. En als je uit eten ging, dan gingen we naar een vegan restaurant. En dan bestelde ik zo'n burger. En dat vond ik ook wel lekker. En dat ging eigenlijk allemaal wel gewoon. Ja. En je krijgt gewoon je eigen gewoontes als relatie, zeg maar. Met hoe je ermee omgaat. En je weet ook van elkaar wat je kan verwachten. Dat verliep best goed eigenlijk. Aan het begin had je nog wel eens een discussie hier en daar. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op en dan loopt het allemaal wel lekker. Leuk. Ja. Leuk. En hoe gaan jullie dat nu doen met jullie dochter? Tijdens Lulu's zwangerschap kreeg ze wat meer behoefte ook aan andere dingen. Van omega 3, dus heeft een keer zalm gegeten en een eitje en zo. En zo is dat een beetje erin geslopen. En met Chiara, ja, we hebben er eigenlijk niet heel specifiek over gehad. Maar ik denk dat ze gewoon normaal gaat eten. Gewoon een beetje met ons mee. Ja. Voor zover het kan. Ze heeft nu wel eens een eitje geproefd. Maar voor de rest, nu zit ze alleen nog maar aan de melk en groente en fruitappjes dan. Ja. Nou, wij doen onze dochter wel keihard vegan. Ja? Raw vegan? Nou, niet raw vegan, maar wel keihard vegan. Wel melk krijgt ze. Ja, wel melk. Ja. Tuurlijk. Tuurlijk, ja. En als ik zie hoe groot en sterk ze is, dan gaan we nog niet haar... Nee. We wijzigen nog niet van koers. Ja. Nee, lekker. Dit levert veel te veel op. Hey, wat wil jij als laatste meegeven? Zodat wij... sterk worden weer, dat sterk worden weer normaal wordt. Ja. Trainer Thijs. Ja. Ik denk het belangrijkste wat ik hiervoor ook al zei is voor mijn gevoel is er één groot probleem in de fitnessindustrie op dit moment. En dat is even twee uitersten. Eén uiterste, dat zijn de mensen die het te serieus nemen. Die alleen maar beter eruit willen zien. Anabolen gebruiken. 6 keer per week trainen. Niet meer drinken. Sociale gelegenheden skippen. En dan heb je de andere kant, die eigenlijk fitness niet serieus genoeg nemen. Die denken sportschool is voor de oppervlakkige sukkels. Die gaan niet naar de sportschool, die trainen niet, die letten niet zoveel op voeding. Een biertje moet kunnen in het weekend. Formule 1, pils, moet verstappen, die kant. Maar eigenlijk denken ze, we moeten terug naar het midden waarbij fitness een normaal onderdeel is van de maatschappij. Want sporten en bewegen, dat zit er niet meer in. Dus dat moeten we zelf gaan doen. Laat fitness weer normaal worden. Laat sterk zijn weer normaal worden. Dat betekent... Niet alleen dat je 200 kan deadliften, maar dat maakt niet zoveel uitgaat. Omdat je gewoon vitaal bent, dat je geen pijntjes hebt. Dat je, weet je, als je op vakantie bent en iemand zegt, laten we gaan mountainbiken. Dat je dat dan gewoon kan doen. En dat je gewoon gezond en fit ouder kan worden. Dat we daar weer naartoe gaan. Daarvoor is het belangrijk dat fitness weer een onderdeel wordt van het normale leven. En hetzelfde geldt voor goed eten en niet de hele tijd veel stress en alcohol erin doorheen jagen. Dus dat denk ik waar voor mij het probleem ligt. Die twee uitersten en ik wil terug naar het midden. Gewoon normaal. Gewoon normaal. Gewoon normaal. Lekker sterk. Ja. Super. Nou, mag ik je bedanken? Dat mag. Super. Ja, ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, hartstikke leuk. Jij ook heel erg bedankt voor het luisteren. Je hebt misschien zelfs wel gekeken. Vind je dit werk gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En zo
een financiële bijdrage doen. En dan zou ik zeggen, heel graag tot de volgende keer. Doei! Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.